Ja, dankjewel Lex. Nou, mijn naam is Marleen Dame, ik ben web. Ja, nou, toch had het netjes om je even voor te stellen. Ik ben de wethouder. Ik ben de... En nu? Als ik zo geheel, hoort u me nu? Ja, dank u. Prima. Probeer ik zo hard te blijven praten. Ik ben wethouder, onder andere gezondheid, welzijn, jeugdhulp. En verantwoordelijk voor de woonunits die op dit moment staan op de Sumatrastraat. Die staan er een aantal jaar, of nog niet eens. En die hebben we daar neergezet en toen altijd al gezegd, die kunnen er maar een korte tijd staan, omdat daar 80 appartementen worden gebouwd. En dat gaat nu gebeuren, dus die moeten daar weg. En we zijn op 18 plekken in de stad gaan zoeken naar waar dat zou kunnen. En het is inderdaad zo dat we die aan de 5 Meilaan bedacht hebben. En ik heb een aantal vragen van u gehoord, hè. We zijn hier vanavond echt alleen voor die ene plek. En u heeft ook gezegd, u zei gisteren plekken. Dat duidt misschien op de 18 plekken die we inmiddels onderzocht hebben, waar deze woonunits eventueel zouden kunnen staan. Maar dit is de ene plek voor de woonunits waar we het vanavond over hebben. En we hebben het over mensen die een volgende stap maken op weg naar een zelfstandig woonhuis. Daar wordt vanavond nog veel meer over verteld, wie die mensen zijn. En dat is denk ik wel belangrijk dat u daar een goed beeld van heeft. En dat maakt niet uit of in Alexander al wonen. Ja, dat kan. Maar daarom ga ik nog even iets anders zeggen. Want jullie hebben het verzonnen. Heb je dat verzonnen onder een borrel? Heb je dat verzonnen? Nee. Nee, we hebben dat... Iedereen die je spreekt, die vindt het een waanzinnig plan. Nee, wacht, ik snap echt... Ik vind het prima, want dan ga ik gewoon 10 jaar lang in jouw huis wonen. Ja, en dan ga jij bij mij wonen. Even goed dat ik... Je kan je goed verwoorden, maar het is toch maar tijdelijk. Dan ga ik toch gewoon tijdelijk in jouw huis. Ja, maar zo werkt het niet. Maar zou je zelf willen? Zou je zelf tijdens een flat aan willen kijken? Ja, nou, dan wordt het... Nee, absoluut niet. Nee, je wel hoor, dat zou mij... Nee. Dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Want ik denk dat het belangrijk is dat ik ook even mag vertellen, en misschien is het ook wel goed dat ik even mijn verhaal mag doen. Waarom? En de plannen die waar u het verder ook over had. Het is zo dat wij in Leiden... Ja, maar misschien vinden andere mensen het wel belangrijk, meneer. Ja, en toch vind ik het belangrijk dat ik even iets mag vertellen. Het is bezogen. Ja, maar... Het is hetzelfde als dat ze bij jou in de tuin zetten een tent neer en die gaan tijdelijk bij jou wonen. Ja. Ik ga toch even mijn verhaal proberen af te maken. En dan ga je stigmatiseren, want dan zeggen jullie mogen er een mooie tuin van maken en een beetje plekje. Nee, ik snap dat u boos bent, maar misschien toch goed dat ik even mijn verhaal mag vertellen. Ik ga het nog een keer proberen. Verstaat u me nog? Want ik probeer er overheen te schreeuwen. Doe een poging. Ik denk dat het niet eens worden. Dat denk ik ook, maar dat geeft niks. Maar daarom ben ik hier ook, om ook naar u te kunnen luisteren. Kijk, we hebben als college, dit college, besloten dat we heel veel woningen in deze stad gaan bijbouwen. 8500. Want er staan hier in de stad heel veel mensen op een wachtlijst. Die willen een betaalbaar huis. En daarom moeten we op plekken waar nu nog geen huizen staan, die wel toevoegen. En dat is meestal niet leuk als dat bij je in de achtertuin, de voortuin of in de buurt is. Dat snappen wij heel erg goed. Maar we zijn er ook voor de mensen die nu naar een huis zoeken, graag een betaalbaar huis willen. En dat is het ontwikkelperspectief waar die mevrouw het over had. Maar inderdaad, Zuidwest staat als plek waar er verdicht gaat worden. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Want dat zijn plannen voor de toekomst. En daar moeten we echt ook nog wel met u over gaan praten. Maar dat komt op een later moment. Maar voordat je zo'n besluit maakt, ga je toch eerst kijken of het überhaupt mogelijk is? Ja. Je gaat toch niet een besluit maken zonder eerst te kijken of het kan? Ja, maar we hebben ook gekeken of het... Of het kan, en het kan. Maar we hebben in mijn tuin. Ja. Daar hebben wij serieus naar gekeken. Of u het ermee eens bent, is een tweede. Ik realiseer me dat iemand in de flatten geweest. Ben je bij iemand die ik ben op het plekje, ik heb het gezien. Ja, en ik aan weet de buitenkant. Aan de buitenkant. Ja, maar niet aan de binnenkant. Als u mij uitnodigt, dan kom ik graag een keer bij u kijken. Ja, maar kijken wat eruit ziet. Niet mijn blog, maar je mag toch komen. Ja, doe ik met alle liefde. Want dan kan je zien hoe je een zicht op hebt. Het is heel anders als je buiten staat of dat je binnen zit. Dat ga ik heb nog een toevoeging. Ja. In dat document op internet, ontwerp-ontwikkelingsperspectief, staat dat het ontwerp-ontwikkelingsperspectief voor Leiden Zuidwest tot stand gekomen is in nauwe samenwerking met bewoners,
Organisaties en vele anderen geïnteresseerd. Dan ben ik heel benieuwd wie er onder die vele bewoners vallen. Want wij zijn niet uitgenodigd bij die nauwe samenwerking. Er is een project in Markt geweest, daar ben ik zelf naartoe geweest bij de Apollo-laan. Daar heb ik geen project gezien hierover. Nou, er is een hele tour door de wijk geweest, er is met vele bewoners gesproken. Ik ben niet, hè? Nee, het gesprek is nog niet klaar, dus het lijkt mij heel goed dat er nog ook met u een keer over gesproken wordt. Maar het helpt niet om vanavond dit gesprek te voeren, want daar zijn we niet voor. En de mensen die hier nu zijn, kunnen ook niet al uw vragen hierover goed beantwoorden. Dus dat moet dan echt een andere keer. Want anders dan geef ik u antwoorden die niet kloppen. En dat vind ik ook heel vervelend. Dus maar dat doen we graag een andere keer. Want dat ontwikkelt. Ik weet waar u op duidt. Ik ken het plan. En weet ook wat daar, dat daar veel vragen over kunnen zijn. Mevrouw, u. U geeft aan in een artikel voor de verkiezingen dat u staat voor een socialer en groener Leiden. Ten eerste pakt u de stukken groen af. En socialer wordt het er ook niet om als mensen boven elkaar op een wip moeten wonen. Ja. Hoe kunt u dat waarmaken? We beginnen even met een sociale Leiden. Wat wij willen is dat er voor iedereen een plek is in deze stad. Ook als je even pech hebt gehad en je huis bent kwijtgeraakt. En ook als je op een wachtlijst staat voor een betaalbaar huis. Want er zijn heel veel mensen in deze stad die nog geen huis hebben. Ja, maar niet en dat zegt tuin van iemand anders. Nee, maar kijk, Leiden is een hele volgebouwde stad. Zijn er nog plekken? Nou, daar hebben wij naar gezocht. Er zijn niet genoeg plekken. Maar volgens u heeft heel veel vragen nu waar andere mensen beter een antwoord op hebben dan ik. Ik ben er nog de hele avond. U mag mij aanspreken, ook na afloop. En ik realiseer me heel goed. Ik kijk weer even naar u, meneer, dat we het misschien helemaal niet eens worden. Maar ik wil wel het goede gesprek met u hebben. Ik ben ook van mening dat mensen die op zoek zijn naar woning, dat ze recht hebben voor een woning. Ja. Waar ze ook vandaan komen, ik ben het helemaal mee eens. Maar niet in de achtertuin van iemand anders. Maar dan sociaal, in plaats van huurhuizen van 1000 euro. Dat gaan we doen. We gaan ontzettend veel sociale woningbouw toevoegen in deze stad. Ja, dat is echt waar. 30%, kijkt u maar. Mevrouw. Ik ben een van de bewoners uit het desbetreffende blok waar u de woningen wil gaan verplaatsen. En mijn eerste opmerking is dat u geen antwoord heeft gegeven op de vraag van Amanda net. En ik zou wel u willen verzoeken of u dat alsnog wil doen. Want haar in verhouding met ontwikkelperspectief heeft u onder meer gezegd van het groen, hoe zit erbij. Wie waren er dan bij die gesprekken aanwezig? Nee, want ik heb gezegd, die vraag kan ik ook niet beantwoorden, want ik heb die gesprekken niet gehoord. Maar wij hebben verslagen van al die gesprekken, dus dat is allemaal bekend, alleen dat heb ik hier nu niet paraat. Dat is wat ik gezegd heb. Dat hoort u toch te weten. En u maakt een goede ontwikkelvisie, daar maakt u goede cheer mee. Maar we staan hier vanavond niet voor die ontwikkelvisie, want er is een collega van mij die daar veel meer vanaf weet, dus daarom heb ik gezegd, laten we op een ander moment dat gesprek de ontwikkelvisie heeft u een kader gecreëerd waarin deze woningen worden geplaatst op het woonblok waarin ik woon. Ja, dat klopt. En samen met mijn medebewoners zijn wij het er allemaal over eens dat die woonunits er niet moeten komen. En dat is niet alleen omdat het is not in my backyard, maar dat is ook omdat het een flinke aantasting is van ons woon- en leefklimaat. Het is ook omdat het door u ontwikkelde, van de gemeente ontwikkelde ontwikkelperspectief, op meerdere onderdelen onjuist is en om die reden ontoereikend. Het kan niet zo zijn dat u zegt, ik ga hier woonunits plaatsen. Ik heb 18 locaties onderzocht. Ik kan niet weergeven in een gesprek welke locaties dat zijn. Ik kan niet aan de bewoners onderbouwen op het moment dat ik hen een brief stuur welke locaties dat zijn en wat dan maakt dat ik, ondanks dat ik voor deze locatie kies, ook rekening heb gehouden met hun belangen. Even twee dingen. U vroeg mij net met wie heeft u gesproken voor het ontwikkelperspectief. Ja. Toen heb ik gezegd, wij hebben er allemaal gespreksverslagen van, maar ik weet niet precies wie dat waren, want ik was niet bij al die gesprekken. Dat lijkt mij heel logisch. Vervolgens zegt u wil niet zeggen welke 18 plekken er onderzocht zijn. Dat is helemaal niet waar.
Nee, maar dat is een nieuw punt. En daarom zei ik, volgens mij is het goed als we dadelijk de projectleider aan het woord laten. En andere mensen, want die kunnen u meenemen in alle stappen die gezet zijn. En dan kunnen uw vragen ook beter beantwoord worden. Want anders doet het toch niet aan af dat alle bewoners van mijn blok, en niet alleen mijn blok, de andere blokken ook. Ja, en dat nou eigenaren zijn met een VVE of huurders van woningbouwvereniging. Dat niemand van hen betrokken is geweest. Bij dat gesprek. Ja. Zelfs de bezoeker niet dan? Nee, maar dit is het eerste gesprek dat we voeren. Niet voor het ontwikkelperspectief, maar wel over het plaatsen van de blokken. En daarom zijn we er naar het ontwikkelperspectief, dat is het. Volgens mij moeten we en de woningbouwvereniging gelijke partijen zijn. Dus als wij gelijke partijen zijn, dan moeten wij niet nu op de hoogte worden gesteld. Dan hadden wij veel eerder op de hoogte worden gesteld. Meneer, nog even het woord en dan geef ik ook nog een antwoord. Eindelijk. Sorry, ik heb even moeten wachten. U spreekt erover dat iedereen recht heeft op een thuis. Ik heb straks geen thuis meer. Ik kan geen kant meer opkijken. Als ik met warm weer mijn deur en mijn raam open heb, dan lopen twee mensen over het grasveld, moet ik mijn tv harder zetten. Toen ik hier kwam wonen, stond in mijn huurcontract dat ik rekening moest houden met mensen vanwege de gehorige flatten. Zoals krijg ik een binnentuin en zitten ze tot 10 uur zitten ze lekker voor mijn deur te jengelen. Ik hoor niks meer. En dan heb iedereen recht op een thuis. Waar is mijn thuis? Dan mag ik even? Ja, is het besluit of onderzocht door het college of weet? En hoe heeft de raad daarover gestemd? Is die ingelicht erover? En wat vindt de raad hiervan? We hebben het hier in het college over gehad, niet met de raad, want het is, ja, dat noemen we dan een collegebevoegdheid, maar het college mag hierover besluiten. Maar de raad moet erin meegaan. Nee, dit is een collegebesluit, want toen wij de woonblokken hebben geplaatst op de Sumatrastraat, heeft de raad tegen het college gezegd, dat is een tijdelijke plek en jullie moeten ervoor zorgen dat ze op tijd weer weggaan. Daar hebben ze ons geld voor gegeven om dat te organiseren en dat proberen we nu te doen. Maar zo, dus het is het college die dat besluit. Volgende vraag. Het is niet altijd waar het hier Smatra is een mooie programma. Smatra ora. Heel veel meegemaakt met allerlei projectontwikkelaars. Ik ben al door hier. Die zagen allerlei plekken neer. Hebben jullie twee microfoons? Ja, dat ga ik even naar dat er niet genoeg interesse was om bewoners en zo, is die op een gegeven moment opgegeven. Ik bemoei me er helemaal verder mee, maar laatst kwam ik langs dat plekje, wat ik zag dat de bewoners van die vlekjes, die er nog wat aan hadden, een stukje groen, opeens zag ik allerlei afzettingen staan. Toen vroeg ik nog, aan degene die daar stonden, wij gaan de voetbalwedstrijd hier beginnen. We gaan het door. Het was een grapje natuurlijk, maar ik denk, komt dit omdat jullie geen weerwoord krijgen van een strijdbare wijkvereniging? En dat vermoed ik. Nou, wij hebben natuurlijk op meerdere plekken in de stad dit soort woonunits geplaatst. En we zijn op allerlei plekken in de stad aan het bouwen. Ook op plekken die mensen niet fijn vinden. In de brand gestoken. En daar zijn hele actieve wijkverenigingen. Dus, maar hier niet. En nou ja, één ding. U bent hier met z'n allen vanavond. Hè? Dus u geeft weerwoord. En als het nodig is, weet u zichzelf blijkbaar te organiseren. Dus dat is hartstikke goed. Ja, maar die meneer die heeft al heel lang zijn vinger opgestoken. U zegt net, dit is het eerste gesprek dat wij hierover hebben. Met u? En onder, ja. Met ons. En ondertussen ben ik aan het bedoel, staat het besluit al vast? We hebben in het college nog niet definitief besloten. Maar het is wat ons betreft wel, als alle onderzoeken gedaan zijn, een geschikte plek. Zo hebben we het er wel over gehad. Dus het definitieve besluit moet nog genomen worden, want daarom wilden we eerst ook dit gesprek. Maar ik wil u ook meegeven waar we dit ook doen. Hè. We hebben overal dan dit soort gesprekken. Dus als het past.
Sommige bewoners, welke mensen dan ook, weten er vanaf. Niemand die hier zit, weet van het gesprek al. Nee, maar dat zijn ze. Net, ja, maar we zitten hier nu, dit is ons eerste gesprek. Nee, ik hoop. Nee, even twee dingen. De gesprekken zijn gevoerd over het ontwikkelperspectief waar die mevrouw het onder andere over had. Dat ging niet. Dat ging over de mogelijke plekken in de wijk waar volgens de gemeente, hè, raad die gaat daar binnenkort over beslist, waar volgens het college in de toekomst tijdelijke woonunits geplaatst zouden kunnen worden. Dat is het ontwikkelperspectief, daar gaat de raad wel over. Ja, het is een beetje ingewikkeld, dat snap ik, maar dit is een ander plan. En als het gaat over deze 16 woonunits, die tijdelijke units, daar gaat het college over. Of op elkaar. Ja, kan. Dat zou kunnen. Ja. Zelf vinden als dat bij hun thuis gebeurt. Ja, meneer. Ja, misschien even hier een raadslid. Ik ben raadslid en ik woon hier in de straat. Ja. En ik heb een koophuisje. Ja. En ik heb een koophuis. En wat die gaat toch minder ontwikkeling. Ik heb ook een koophuis hier in de straat. Ik koop wel uit op mijn huisje dan. Dus zeggen ze, ja, de kerel, je bent een raadslid, maar je bent toch gewoon met... Zo staat er een school leeg. Er staat Joodse Binnen staat leeg, met een, op de Rote Bosstraat. Zullen we de volgende presentatie doen? Ik blijf hier, dus ik wil best nog vragen beantwoorden. Maar ik merk dat, dat ik mezelf ook blijf herhalen. Dus volgens mij is het goed dat we nog één vraag. Als er geen antwoord komt. Als het besluit... Stel nou, hè, hier, nou goed, ik proef al dat niemand dit gaat willen hoor. Maar stel nou, we hebben een presentatie gehad wat me wel zinvol lijkt. Want dan ja, weet je in ieder geval alles. En dan kun je echt weten of je het echt helemaal vervelend vindt. Ik denk dat het antwoord al vaststaat, maar goed. Maar als we hier zeggen, het wil het niet, gaat u het dan alsnog besluiten? En, vraag 2, is daar bezwaar tegen te maken? En mijn derde vraag, waarom in godsnaam daar? Google-sessie kan ik zo een paar plekken vinden dat ik denk, win-win. Hebben die mensen mooi uitzicht, hier geen gedonder, maar zitten ze wel bij de mensen in de buurt. Niemand heeft er problemen mee dat sommige mensen woningen nodig hebben, dat is normaal. Je moet elkaar een beetje helpen, maar het moet wel gewoon reëel. En niet elke keer, het is niet reëel. Doe nou een keer reëel. Dat is, dus maar ja, nee, maar ik, die laatste vraag is goed. Die komt in de volgende presentatie van de projectleider. Hè, waarom deze plek? Dat is goed. En de eerste twee, als het gaat om het besluit in het college, dan wegen wij alle belangen af. Ook die van u, dat doen we. Maar het kan zijn dat we het desalniettemin toch doen. Daar ben ik heel eerlijk over. Ja, maar we luisteren wel en we belangen het af. Ja. We moeten eerlijke antwoorden. Dus waar moet ik even, ben ik nooit zo goed in, moet ik even nagaan? Kan hè, maar ik geef hem door. En ik blijf hier hoor. Kan iedereen hier alvast aan de slag? Ja. Even voor jullie informatie hoe dat procedure... We kunnen pro forma bezwaar maken! Nou, niet alleen pro forma. Op het moment, de gronden aanvullen! Op het moment dat wij die woning willen gaan plaatsen, moeten wij een omgevingsvergunning aanvragen. Dat is een besluit van het college van BMW. Tegen elk besluit van de gemeente kunt u formeel bezwaar maken. Dan kunt u naar de commissie beroepen bezwaar. Desnoods wil ik u de weg wijzen waar u dat kunt doen. Mocht de commissie beroepen bezwaar toch niet uw kant kiezen, kunt u altijd naar de rechter en dan zal de rechter toetsen of de gemeente op een terechte manier zijn besluit heeft genomen. Daar heb ik een hele belangrijke vraag over. Zolang als dat wij bezwaar maken, belooft u dan dat we geen voorlopige voorziening hoeven in te dienen om het bouwen van de woningen tegen te houden? Want op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend, bent u als gemeente bevoegd om te bouwen. Ja. Krijgen wij dan hier uw woord dat stel dat wij inderdaad het er niet mee eens zijn en wij gaan het hele procedure af, we gaan de rechtsmaatregelen nemen,
kunnen wij er dan op vertrouwen dat we geen voorlopige voorziening hoeven aan te vragen? Nou, dat is even aan de projectleider, maar over het algemeen. Over het algemeen is het gebruikelijk dat je. Als ik het even mag afmaken, ik spreek u correct toe en ik verwacht van u ook het andersom dat u mij correct bejegent. Over het algemeen is het zo dat tijdens de bezwaarprocedure geen onomkeerbare zaken gebeuren. Dat zal een voorzieningenrechter ook toetsen of er geen onomkeerbare zaken gebeuren. Ik wil niet zeggen dat er geen voorbereidende werkzaamheden kunnen gebeuren. Nou, wat je veel nog wel wilt zien in die procedure is dat de rechter inderdaad wel toetst of sprake is van onomkeerbare gevolgen. Maar precies. Dat hij erbij meer bij kijkt of die het vermoeden heeft dat de bezwaarprocedure gaat worden afgewezen. Dus dat de bezwaargronden niet worden gehonoreerd. En ik heb ook procedures gezien waarbij er wel wordt geprocedureerd tot en met de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En dat het dan vervolgens wel wordt gehonoreerd, omdat er wel sprake is van een dusdanige invloed op leven- en woonklimaat. En dan zijn die onomkeerbare gevolgen wel aan de hand. Nou. Vandaar dat ik u nogmaals wil verzoeken, wilt u dan in ieder geval aangeven dat als we in bezwaar gaan, dat u niet overgaat tot het neerzetten van die woning? Nee, dat laatste kan ik heel simpel toezeggen. Om de reden dat tussen het moment van vergunningverlening moet er nog zoveel gebeuren voordat we überhaupt woningen kunnen plaatsen. Daar gaat zoveel tijd overheen. Dan heeft u de gang naar de commissie beroep en zwaar al lang gemaakt. Maar ik wil niet alleen bezwaar. Ik wil ook het stukje beroep en ook het stukje hoger beroep. Want u weet net zo goed als ik dat zo'n procedure 2 jaar kan duren. Ja, nee, die toezegging krijg je niet. U kunt naar de rechter, u kunt desnoods naar de Raad van State. Maar zo lang gaan wij niet wachten. En dan mag de rechter toetsen of wij het correct hebben gedaan of niet. En nu wil ik de projectleider het woord geven om te kijken wat gaat er nu daadwerkelijk gebeuren waar jullie zo boos over zijn. Dankjewel Dex. Mijn naam is Robert van Baarsen. Ik werk bij het projectbureau bij deze gemeente. En ik doe dit project. Ik zou graag het volgende plaatje willen. Ik neem u in 4 stappen mee. Het eerste is, hoe zijn we aan die locatie gekomen? De tweede is, welk blok betreft het? En hoe is de inrichting? Hoe lang? Hoe groot? Hoe hoog? Het derde is, wat moeten wij nog allemaal uitzoeken? Want we staan echt aan het begin. We staan echt helemaal aan het begin. Er is nog niks vastgelegd of vastbesloten. En het vierde is, welke planning hebben we? En welke procedures moeten we doorlopen? U ziet hier, kunt u goed in de microfoon praten, of het licht uit kan, want dan ziet u het wat beter. Wij zijn begonnen in de kooi, bij nummertje 1 tot en met 7. Want daar staan de woningen, de 16 woonunits staan daar. Op nummer 195 aan de Sumaterastraat. En ze moeten verplaatst worden omdat daar de nieuwbouw gepleegd wordt begin volgend jaar of midden volgend jaar. Dat is ook goed. En we hebben gesproken met de wijkvereniging daar. We hebben een 7-tal locaties verkend, maar we kwamen er gewoon niet uit. Die woningen konden daar gewoon echt niet geplaatst worden. En we hadden criteria. Waarom niet? En waarom hier wel? Hier ook niet. Dat ga ik nu in de volgende zin wil ik dat verklappen. Dat ging niet omdat het niet paste. In de microfoon. En het moest een locatie zijn die beschikbaar is voor de komende 10 jaar. En je moest er rustig kunnen wonen. Dat waren de eisen. Die we in de eerste ronde. U geeft dan wel een villa die daarin komt. Laat u mij rustig uitpraten, anders komt u er niet achter wat het plan is. Dat zou jammer zijn. We hebben toen met die eerste criteria in die eerste ronde zijn al die gele plekken eigenlijk afgevallen. Ik ga er niet in detail op in, maar zo is het wel gegaan. We hebben toen in de tweede ronde veel preciezer gekeken. In de microfoon. We hebben toen gekeken of het een goede aansluiting heeft met de omringende bebouwing. We hebben gekeken of de units geplaatst konden worden in verband met kabels en leidingen. Dat moet wel kunnen. Op het moment dat die omgelegd moeten worden, zitten we op zeer hoge kosten. En het gaat uiteindelijk om een tijdelijke vergunning van 10 jaar. Dus dat is niet efficiënt. De locatie moest bereikbaar kunnen zijn voor een bouwkraan, want de woningen zijn al gebouwd. Het zijn units, die kan je 1 voor 1 moet je die eruit tillen. Die kan je niet in kleine plakjes brengen. En we hebben gekeken in die tweede ronde of er kans is
op draagvlak bij bewoners. En dan gaat het misschien joelen. Maar wij hebben toch gekeken dat ondanks het feit dat die woningen een verdichting aanbrengen in de wijk, of er toch ook nog positieve punten bij zitten bij zo'n project. En de locaties die dat hebben, die hebben een hoger cijfer gekregen voor ons. Dat was die tweede ronde. Toen vielen er weer een stel af en we hielden er uiteindelijk twee over. Eén goede locatie leek toen nog bij de Evertsenstraat in de Zeeheldenbuurt. Dat betrof een klein bedrijfterreintje. En een tweede locatie die overbleef is de locatie waarvoor bij elkaar zijn. De 5 Meilaan. We hebben toen in die laatste ronde contact gezocht en een toets laten doen door de Omgevingsdienst West-Holland. Dat is een dienst die voor alle regiogemeenten hier in deze provincie kijkt hoe de milieuaspecten liggen, hoe de geluidsaspecten liggen en die uiteindelijk ook straks, als de vergunning wordt aangevraagd, de vergunning is nog niet aangevraagd voor dit project, straks dit ook allemaal gaat toetsen. Die twee overgebleven locaties zijn getoetst en daarbij viel de Evertsenstraat af. Mag ik even wat vragen? Waarom? Ik wil u vragen om de vragen even op te sparen. Bij de Evertsenstraat en bij dezelfde Singel, noem maar op, die woningen zijn allemaal dichtgetimmerd, want die worden gesloopt. Waarvoor laat je dat niet langer open? Straks even. Die mensen daar? Anders als ik mijn verhaal niet afmaak, dan gaat het heel lang duren. Ja, maar het duurt al heel lang. U mag, als u die vraag heeft opgespaard, dan gaan we straks beantwoorden. Die Evertsenstraat viel af, omdat er bodem verdacht was daar. Die Evertsenstraat viel af omdat daar bedrijven zaten die zowel de woningen negatief beïnvloeden als wel ook voor die bedrijven, als die woningen er zouden zijn, weer de uitbreidingsmogelijkheden zouden belemmeren. Zo kwamen wij op de locatie aan de 5 Meilaan. Die kwam er gunstig uit. Met die twee laatste. De bodem is niet verdacht. Er is geen hinder van bedrijven. En het sluit aan bij een eerder onderzoek dat ons doel gedaan heeft. Ons doel is de eigenaren van die woningen. Is ook de eigenaren van het bouwblok waar we het over hebben vanavond. We hebben het maar over één bouwblok. En dat is het middelste, nee, het tweede bouwblok van de Churchill aan af. Nog wel. Nog wel één bouwblok. Met deze huisnummers. Komen er nog meer. Daar hebben we ook aanvankelijk de brief bezorgd. Het plan was, maar dat heeft Lex al toegelicht, om in eerste instantie met de bewoners van dat bouwblok om de tafel te gaan. Om dit plan voor te leggen, de voor- en nadelen te bespreken, de mogelijkheden tot aanpassingen van die inrichting, de mogelijkheden om dat binnenterrein in te richten. En als we dat geïnventariseerd hadden, als we die reacties bekend hadden, wilden wij in een later stadium, hadden we echt zo gepland, 15 september, na de zomervakantie, terugkomen in de hele wijk. Nee. Het is anders gelopen, ik maak toch even een verhaal. Mag ik heel even wat? Nee, dank u. Als u het even opspaart. Nee, even niet, want in het telefoongesprek wat ik met u heb gehad, heeft u aangegeven dat ook het tweede gedeelte op de bouwstap. Ja. Dat heeft dus letterlijk. Nee, we hebben het gehad over. Ik spaar hem even op, want de discussie is net ook geweest, in het ontwikkelingsperspectief zijn die terreinen wel genoemd. In het plan wat we vanavond hebben is er absoluut geen sprake van. Het gaat om één project, het gaat straks om één vergunning en het gaat om een vergunning van het tweede bouwblok voor 16 woonunits. Ik heb u een criterium genoemd om iets. Waarom dit? Dit zijn de woningen die het betreft. Dit is een plaatje van de Sumatrastraat. Wij denken. Want hetgeen wat ze zeggen geeft ons ook argumenten voor ons bezwaar, oké?
deze man die staat gewoon te liegen. Dat is het probleem. De locatie 5 Mijlaan die heeft voldoende ruimte. Hij sluit aan bij de eerdere studies die ons doel heeft gedaan naar verdichtingsmogelijkheden in Zuidwest. Daar werd het terrein waar we het vanavond over hebben genoemd. We kunnen een hele mooie, luwe binnentuin maken. Even door. Vanuit de stilte en de groep aan de nog heel even. U krijgt nog voldoende tijd om vragen te stellen. U krijgt nog voldoende tijd om reacties af te geven. We hebben nog een lange weg te gaan. Wij denken dat het ten koste gaat van één boom. Die staat overigens niet op de waardevolle bomenlijst. Maar wij denken dat wel. Ze hebben ook een parkeeropgave te realiseren. Want deze woningen hebben ook parkeerplaatsen nodig. Weliswaar veel lager dan de verkeernorm. Die normaal wordt gehanteerd. Maar we moeten een aantal van deze parkeerplaatsen realiseren. Want dan gaan Thailand. Ik ken nog geen eens met fiets meer kwijt. Want van de 5 Mijlaan zetten ze alle bols in de buurt. De parkeerplaats. Ik ga even verder. Wij denken dat we die parkeerplekken in de buurt er nog bij kunnen maken. Ja, ja, ja. Nog meer groen weg. Nog meer groen weg. Nog meer bomen weg. Ik ga even verder. Dit is wel een belangrijk item. De maatvoering, waar gaat het nu om? Want u heeft allemaal gezien, er is een initiatief geweest om linten op te hangen. Op 2 terreinen. En die linten die hangen nogal ruim. Die hangen veel ruimer dan het in werkelijkheid is. Dit is op schaal getekend door de stedenbouwkundige bij ons. En zo groot wordt het. Er staat ook een maquette achter in de zaal. Het gaat uiteindelijk om een bouwblok van... Het gaat om een bouwblok van 10 bij 32 meter. Dus het is 10 diep, 32 lang. Het binnenterrein is, heb ik ook opgemeten, dat is 60 meter van hier tot hier. Dus de haak, 60 meter lang. En de breedte is 23 meter. Dus het blok neemt minder dan de helft van het terrein in de breedte, om het zo maar te zeggen. Als je het percentueel uitrekent, is 23% van dit. Met het Viama kleurig patroon aangegeven binnengebied. Nee, het is niet de helft. De woningen hebben een galerijontsluiting. Die hebben trappen. De achterkant van de woningen waar de ramen zitten zijn geen toegangen. Daar gaan ook alleen maar een klepraam open. Daar kan je ook niet naar buiten. Dus dit is een kant waar mensen niet naar buiten kunnen, ook niet een eigen tuin krijgen. En de ontsluiting is aan deze kant gepositioneerd. Maar er zitten wel ramen in, dus ze kijken wel waar je naar binnen. Over dat soort dingen, daar hebben we ook oplossingen voor. We kunnen ook het blok draaien. Juist over dat soort dingen willen wij met de klankbordgroep gaan spreken in de komende tijd. Want daar valt nog in te variëren. Goed, volgende plaatje graag. We staan echt nog aan het begin. We hebben eigenlijk alleen nog maar die quick scan gedaan naar bodem, geluid, milieuzonering, om die 18 locaties uit te zeven. We weten hoe het bestemmingsplan hier ligt. Het is groen, de bestemming, en er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en daar is die omgevingsvergunning voor nodig. Kabels en leidingen weten we ook, maar aan de rechterzijde ziet u nog staan wat we allemaal nog moeten uitzoeken. Want nogmaals, we staan aan het begin. En dan wil ik graag het volgende plaatje. Wat is nou de doelgroep? Het is al verteld door de wethouder natuurlijk. Maar het zijn 16 woningen waarbij 4 units door reguliere bewoners bewoond worden. En 12 units die zijn bewoond door bewoners van de stichting Binnenvest. Zij zijn... De Binnenvest biedt beschermd wonen voor dak- en thuislozen. Straks geef ik graag even
Straks geef ik graag even de microfoon door om antwoord te geven op uw vraag. Volgende plaatje is de planning. Deze is natuurlijk wel belangrijk, ook voor de vragenstellers in het midden van de zaal. Wanneer gaat wat gebeuren? Het ziet er ingewikkeld uit, die planning, maar in wezen is die eigenlijk heel simpel. Het is... Mijn kinderen gaan daar lopen, als ik maar één blok zie daar... Meneer, ik kan het verhaal niet vertellen. Hij is met jullie erin. Noteer maar, van hier staat 190 en ik kom mijn bord na. Als ik één blokje zie, één container of wat dan ook, of één junkie, heb je allemaal problemen. Ik heb vermoeden luisteren naar deze kankerons en voor jullie. Dan moet je naar huis. Ik ben de meneer waarbij wij een telefoongesprek hebben gevoerd, waarbij een telefoongesprek is opgenomen. En u bent waarschijnlijk de persoon die de telefoon heeft aangenomen, want naar u ben ik doorverbonden. Mijn telefoongesprek is opgeslagen. Op het moment dat ik halverwege dat gesprek heb aangegeven dat mijn telefoongesprek wordt opgenomen, heeft u aangegeven, hey, ik wil dat u dit gesprek wist, waarbij ik heb aangegeven, ga ik niet doen. Ik heb een vraag gesteld, jij kunt wel wegkijken, maar u neemt een beetje een houding aan, voordat ik mijn vraag stel. Neemt u een houding aan, en niet alleen u, maar ook u, en ook de mensen aan deze tafel, want ik zie allemaal gelach, en vooral van jou, en van jou zie ik allemaal gelach van ons doen. Maar er zitten hier waarschijnlijk meer dan 100 mensen die het hier niet mee eens zijn. Dus ik heb een zinnig idee, en ik ga nog één vraag stellen. Ik ga een vraag stellen, daar heeft u naar te luisteren, want ik heb gevraagd, wat is de bijzondere doelgroep? Want dat werd geplakt bij en ons. En weet u wat ik gezegd heb? Laat me even uitpraten. Dan trap ik het toch in. Laat me even uitpraten. Ik heb nu gezegd, dat maakt op de avond bekend. Laat hem uitpraten. Sorry. U moet mij laten uitpraten, want u heeft een microfoon in uw hand. Zonder hoofd van stemverheffing kunt u daarachter laten horen. Dat kan ik niet. Maar u heeft even te luisteren naar mij nu. Ik heb u gevraagd in het telefoongesprek. Wat is de bijzondere doelgroep waarbij u heeft aangegeven, er is geen bijzondere doelgroep, het is van jong tot oud. En dan kan ik u nu laten horen in de microfoon waar iedereen bij is. Ik heb gezegd dat de doelgroep op de avond gemaakt wordt en ik heb het niet over jongen. Dat wil ik nu best laten horen. Er komt geen bijzondere doelgroep, heeft u gezegd. En u kunt best de positie aannemen dat u hier als een elite gaat zeggen van nou, u mag geen vraag stellen en u ook niet en ik ga het verhaal afmaken. Maar ook als mensen u niet onderbreken, komt u niet tot het verhaal. Nee, u komt niet tot het verhaal. Zonder gelieg, zonder gedraai, gewoon vertellen. En betrek die mensen erbij, want u heeft al een besluit genomen zonder al deze mensen erbij te betrekken. We zijn hier vanavond om het verhaal te vertellen. En mevrouw, vertelt niets van mij. Het verhaal is wel van welke mensen. Ik zei alleen, ik ben het verhaal is duidelijk. Ik ben alleen van de vader met deze kind. En ik kom uit Egypte. Ik heb hier hersenen. Misschien klopt helemaal niet. Ik ga niet bezwaard krijgen. Ik kom gaan zo. Niemand komt er ontstaan. Dat zei ik, punt eruit. Volgens mij waren we nu toe aan de vraag, en ik vind het ook gewoon niet zo netjes dat onze ambtenaren, want zij doen het werk voor ons als college, hier zo hard toegesproken worden. Dat moet u naar mij doen. Ik ben politiek verantwoordelijk. Ik kom zo met u praten. Maar ik denk dat het goed is dat we nu het gesprek hebben, want we hebben een presentatie over de doelgroep, hè? Over welke mensen er komen. Hij liegt aan de telefoon. Hij liegt dat die barst. Ja, klopt. Meneer wilde net de planning uit gaan leggen. Ja. Ik ben er wel benieuwd wat de planning dan is. Nou, dan ben ik ook weten wat de tijdsbestek is. Volgens mij moeten we eerst even het projectleider verhaal laten afmaken. En dan kunnen we alle vragen gewoon straks antwoorden geven. Inclusief wat voor soort mensen komen te wonen. In zaken de sheets, krijgen we daar ook een, aangezien we ons e-mailadres hebben opgegeven, krijgen we een kopie? Kunnen krijgen, tuurlijk. Zeker. Ja. Welk bewonersoverleg willen we doen? In de bouwblok en in de buurt. De twee middelste balken gaan over de vergunningprocedure en de mogelijkheid om bezwaar maken. En de onderste balk gaat over de feitelijke inrichting en verhuizing van de containers van de woonunits. De eerste balk.
Wij willen eigenlijk tot 1 oktober, dat was de opzet, met die klankbordgroep aan de slag. Dat kan best wel wat uitlopen, want we hadden dat vanavond willen starten. Dat is niet gelukt, dat is uitgelegd. Wij willen dan met zo'n klankbordgroep, kunnen we nog heel lang doorgaan om verder te gaan met de terreininrichting. Maar eerst willen we in overleg hoe dat blok geplaatst wordt en op welke plek precies. We willen ook met die klankbordgroep een binnentrein gaan uitwerken en hebben tot 1 december hebben we daar de tijd voor. En dan kunnen we zo'n plan vaststellen. Wilt praten over hoe het blok geplaatst gaat worden? Het tweede balk, ik maak eerst even mijn verhaal af. Het tweede balk is de aanvraag van de omgevingsvergunning. Ja. Wij willen de omgevingsvergunning indienen medio oktober. Daar moeten we eerst nog een aantal onderzoeken voor doen. En dan wordt die begin oktober wordt die ingediend. Maar dat hoeft niet, meneer. Niemand is mee eens. Het besluit. We zijn niet in deze eens, toch? Laat het even aan. Het komt dan in het college, want er ligt echt nog niks vast. Het komt dan in het college voor een besluit. In week 49, dat is begin december. Dan komt het besluit ter visie. Er staat precies in waar het dan om gaat. En dan ligt het 6 weken ter visie. 4 weken in december. 2 weken in januari. En dan kunt u bezwaar maken tot, tot die week 4. Maar we moeten wel bezwaar maken als de hele mensen dat niet willen. Nee, ik wil dan een zienswijze indienen. Een zienswijze of bezwaar? De laatste balk. Ik ben bijna klaar met het verhaal. Dat is dan de feitelijke verhuizing. Wanneer gaan we bouwrijp maken? Wanneer gaan we woonrijp maken? Nou, bouwrijp maken gebeurt hier ergens. Medio januari. En het verhuizen van de units begint in... Moet ik even goed kijken. Medio april. En dan zou het geheel klaar zijn en opgeleverd zijn op 13 mei. En toen was er ook niet uit. Dat is het plek. Dan heb ik nog een laatste plaatje. En dat is, dat had eigenlijk moeten staan dat nu de vragen kunnen komen. Er zijn er nog wel een. Eén vraag. Meneer, weet u hoe klein wij daar wonen? Ja. Mijn woonkamer is letterlijk iets groter dan deze scherm. En ik woon daar met 4 kleine kinderen. Dus mijn tuin of mijn woonkamer is eigenlijk dat stuk groen. Dus als dat afgenomen wordt of afgepakt wordt van mij en van mijn kinderen, meneer, wilt u dan moeten ze gewoon, dan moeten we echt als daar niet is, gaan zitten. Ik kom zo tegemoet. We hebben volgens mij een tweede microfoon. Als kan jij met het? Kan jij met de microfoon naar de vragenstellers lopen, zodat iedereen de vraag goed kan horen? Ja. Dus mijn vraag was, weten jullie hoe klein onze woonkamers zijn? Het is echt letterlijk wat ik zei, iets groter dan deze scherm. Dus ik zit daar met 4 kinderen. Dus als het een beetje warm weer is, dan kunnen we gewoon letterlijk niet in de woonkamer zitten. Zo benauwd en warm. Dus mijn kinderen, die gaan gewoon buiten spelen. En soms ook daar eten en drinken. Want het is echt bloedheet binnen. Het is gewoon te klein voor ons. Dus als dat afgepakt wordt van ons, dan moeten we, wat ik net zei, als sardinetjes in een blikje op elkaar slippen gaan zitten. Ja, als jullie dat eerlijk vinden, zie je dat gewoon niet kunnen. Laat het gewoon groen. Geef dat meestal niet meer. Dat is onze woonkamer eigenlijk ook, hè? Ik ben geboren, getogen Leidenaar. Ik heb familie wonen bij jullie in de wijk, dus ik weet dat het hele kleine woningen zijn. Ja. Is gewoon waar. Dat gaat niet om de taal, maar waarom wordt het groen zo laat? Geef dat meestal groen is. Even met de microfoon naar de vraag stellen, alsjeblieft. Die mevrouw heeft. Kun je met de microfoon naar die mevrouw? Nee, ik praat uitgevraagd. Ja. U gaf aan. Ik wil op deze bijeenkomst. Wil ik graag de klankbordgroep oprichten. En dan herhaal ik weer de vraag van mijn vriend. Inhoudende aan de wethouder. Die klankbordgroep, heeft die ook de mogelijkheid om nog steeds nee te zeggen en daarmee nog steeds het advies uit te dragen? Nee, we willen dit echt niet. Nou, hele relevante vraag. Waar kan de klankbordgroep wel en niet over meepraten? Wie wil daar antwoord op geven? Robert? Ja.
Nou, ik wil ook wel, kijk, de klankbordgroep zoals wij voor ogen hadden, is, verstaat u mij? Ja? Is bedoeld om mee te denken over de plaatsing. Zo hadden wij het bedacht. Maar ik hoor u ook vanavond. En, dus ik, nou ja, wie weet zijn er een aantal mensen, maar ik kan me zomaar voorstellen dat u eigenlijk zegt, we willen het niet. En zoals u net in de planning heeft kunnen zien, hè, worden er nu allerlei stappen genomen. En aan het eind van de rit weegt, zoals ik eerder ook zei, het college alle belangen. Hè, dat het gaat om de fysieke inpassing, de parkeerplaatsen. En is er draagvlak. Maar we wegen alles. Want we hebben ook het belang van de mensen die in die woonunits wonen. En van allerlei andere mensen in de stad, wat we meewegen. Maar u kunt natuurlijk als wijk, dat heeft u al gedaan, dat horen wij heel goed kenbaar gemaakt, dat u het niet wil. Dat wordt onderdeel van het advies en dat wegen wij als college mee. Alleen ik ben ook zo eerlijk geweest om te zeggen dat draagvlak niet alleen wordt mee. Hè? Niet het doorslaggevende argument hoeft te zijn, maar wij wegen het als college mee, want het besluit is nog niet genomen. En u heeft, hè, want dat vroeg u ook na, we hebben de zienswijzeperiode. Dat betekent dat wij iets voorleggen en dan mag u inspreken. En als, dan nemen wij een besluit op basis van al die zienswijzen. Nou, dan kan ik me ook ongeveer voorstellen wat een aantal van u daarvan vindt. En als wij dan, als wij ondanks dat of desondanks toch een besluit nemen om het wel te doen, kunt u nog bezwaar maken. Dus er zijn ook allerlei momenten in het proces dat u uw stem kunt laten horen. En is het dan de reguliere voorbereidingsprocedure of de uniforme? Nu bent u te juridisch voor mij, dus dan ga ik even op mijn tijd. Reguliere hoor ik net. Houdt u ook rekening mee dat u graag 16 mensen wil helpen, maar bijna 200-300 mensen dupeert? Ja, dat is onderdeel van de afweging. Als we daarover op zou zeggen, oké, maar nu niet. De meneer daar heeft een vraag. Kan iemand met de microfoon naar die meneer? Nee, ik heb een goede. Met tenor, gaat lekker. Ik heb een aantal. Ten eerste, even de doelgroep duidelijk. Kijk, wat we er ook van mogen vinden. Wat is nou de doelgroep? Want anders kan ik mijn volgende vraag niet stellen. Hele legitieme vraag. Ik ga eerst het woord geven aan iemand van de Binnenvest. Wie van de Binnenvest mag ik het woord geven? En afhankelijk van dat antwoord heb ik een vervolgvraag. Want zonder te weten waar ik over praat, kan ik geen vraag stellen. Deze meneer is van de Binnenvest, die gaat uitleggen welke doelgroep. Want wat we ook van mogen vinden, de doelgroep staat gewoon vast. Dus. Ja. Sorry, gewoon even, meneer. Ja? Oké. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Ronald Vos. Ik werk voor Stichting de Binnenvest. Stichting die zich inzet voor opvang voor dak- en thuislozen. Dat heeft u inmiddels begrepen. Als het gaat om bewoners die in die units komen, dat zijn bewoners die al stappen gemaakt hebben. We noemen dat een tussenvoorziening. Dat is eigenlijk een laatste station tot je weer toe bent aan regulier wonen, zeg maar. Dat betekent een aantal dingen. Ik zal de drie belangrijkste voorwaarden even opnoemen waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen. Dat zijn drie dingen. Dat is dagbesteding, wat betekent dat mensen in ieder geval een groot deel van de dag of een aantal dagen in de week, dus minimaal 24 uur dacht ik, dagbesteding hebben, wat betekent dat ze ofwel gewoon een baan hebben of vrijwilligerswerk doen. Of werken bij een van onze ketenpartners, zoals een VCR of een zuigbedrijf, misschien wel bekend bij jullie. Het tweede wat belangrijk is, is dat de financiën op orde zijn, dat mensen in budgetbeheer zitten. Dus daar ook geen problematiek meer. En misschien wel het belangrijkste, en dat, ik hoorde daarnet geluiden over van mensen die zich afvroegen of er ook junks of zwaar verslaafden in kwamen. Nee, absoluut niet. Klopt. Derde punt is waar ze aan moeten voldoen, geen acute alcohol- of drugsverslaving. Wat betekent dat u geen overlast zult ervaren van, van junkies, van dealers, van dat soort aanvallende artikelen. Dat is absoluut niet aan de orde. Psychiatrie? Ook, maar... Wacht even, wat je daarmee bedoelt. Er zijn heel veel gradaties in. Mensen met problemen die niet opgelost zijn. Kijk, ik ben zelf arts. Ik heb ook in de GGZ gewerkt. Ik weet hoe die mensen zijn. Het is heel lastig voor die mensen. Het is niet zo dat ze ervoor kiezen om te denken dat de president uit van Mars komt. Bijvoorbeeld. Dat is heel vervelend.
Ja, u lacht, maar het is niet zo grappig. Dus als deze mensen een bepaald traject doorgaan, die verdienen inderdaad een woonruimte. Maar mijn vraag is, zijn dit mensen met acute problematiek die problemen met voorzorg opgeven, nee, of is dit nee, in de hand? Absoluut niet. Dus het zijn mensen die goed ingesteld zijn op bijvoorbeeld antipsychotica, die goede begeleiding hebben van een begeleider, een sponsor. Dat is prima. Ja, maar ik wil het zeggen, dat klopt niet. Dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Omdat ik durf te zeggen, ik ben ook van de Benefist geweest. Ik moest geen huis krijgen van Benefist. Dus ik ben klant van Benefist. Dus ik ben getuige, ik ben teruggelaten. Nee. Jawel, ik ben klant van Benefist. En ik weet het, laat mij uitpraten, alsjeblieft. Ik weet het wat voor klant, wat voor mensen. Dat was mijn buren. Ik kom uit Egypte en dat was de enige manier, helaas, jammer, om een stil huis te krijgen via de gemeente. Dat noemde mij dat klant van Benefist. Dus ik weet het wat voor mensen van Benefist. En ik weet het wat voor mensen komen hier. Ik kan niet ingaan op uw persoonlijke situatie. Ja, maar ik ken u niet, ik kan alleen maar spreken. Drugshandelen is wel. Mensen hebben psychologie is wel. Mensen hebben erg problemen met gedrag. Als we het hebben over Benefist breed, als je het bijvoorbeeld hebt over de dag-nachtvoorziening. Ja, daar zitten ook zwaar verslaafden. Ja, daar zitten ook mensen met zware verzinningsproblemen. Maar dat is niet de doelgroep die in deze units geplaatst gaat worden. Als de jury gaat kiezen, wat voor mensen? Ja, natuurlijk. Misschien zal ik, want ik ben redelijk bekend met deze doelgroep. De Stichting Binnenvest heeft een aantal locaties in de stad. Met een aantal categorieën cliënten. De zwaarste categorie is het sociaal pension. Dat zit vlak naast de Morsportgarage. Dat zijn mensen met ernstige problematiek, zware verslaving. Mensen die er waarschijnlijk ook hun leven lang nooit meer van afkomen. Daarnaast heb je een aantal mensen die in de centrale opvang aan de Lange Gracht worden opgevangen. Dat zijn ook dat is een hele grote mix van soms mensen die pech hebben gehad in het leven en een bedrijf failliet en om die reden hun huis zijn kwijtgeraakt. Soms mensen met psychische problemen, soms mensen met verslavingsproblematiek. Alles zit daar door elkaar heen. Jongeren, soms moeders met kinderen. Alles zit daar bij elkaar. De categorie waar wij het over hebben zijn mensen die dat stadium ontgroeid zijn, die weer zelfstandig kunnen wonen. Maar bijvoorbeeld wel weer even moeten oefenen met budgetbeheer, weer zelf boodschappen doen, zelf koken. Die categorie mensen. Oké, maar dat is duidelijk. Huis, die komt ook leeg. Als ik, dat is duidelijk, dus bedankt voor het antwoord, want dat is even belangrijk. Dus in principe, dus dat is duidelijk. Maar dat is nog steeds, je zegt al, dus ze zijn op weg, dus deze mensen, niemand hier misgunt die mensen een woning. Nee. Absoluut niet. Alleen het punt is alleen, als je het hebt over de risico en recidief, zet ze niet op hutje mutje, want dan ga je spanning krijgen. En dan heb ik zoiets, kijk, wacht. Waarom niet op een plek waar ze wel aansluiting hebben met de flat? Dat is helemaal geen probleem, want die mensen moeten ook gewoon contact hebben. Het zijn geen dieren, hè? Ze moeten ook contact hebben. Maar waarom niet ergens, maar waarom niet aan een plek waar ze iets meer in de luwte zitten, wel aansluiting hebben met de blokken, in plaats van op zo'n straat, hutje mutje tegen mensen aangeknikkerd. Dat is totaal onlogisch, zeker met de doelgroep die u behart, hè, met de belangen van de doelgroep die u behart, is dat totaal onlogisch. Ik kan het er hartstikke goed. De acute fase is even isoleren in de kliniek, maar dan heb je de overgangsfase, zet ze dan aan de rand of waar ze in ieder geval wel aanspraak hebben. En als ze echt volledig helemaal alles weer goed doen, met alle liefde, ergens tussen de mensen en waar gaan we het vandaan? Nee, maar deze doelgroep moet je niet in een, nou, om het even te zeggen, in, zo, ja. Ik zal uitleggen hoe wij reëel dat. Reëel weer, het is niet reëel. Ja, nou, misschien mag ik het even uitleggen en dan kunt u daarna beoordelen of u het nog steeds reëel vindt. Deze mensen worden op een bepaalde, op meerdere plaatsen in de stad opgevangen. We hebben onder andere een hotel opgekocht op de hoek van de Marien Poelstraat. Daar wonen 9 van dit soort cliënten. Midden tussen de andere mensen. Ze wonen wel bij elkaar in één woning, maar midden tussen alle andere woningen. Ze wonen op de Sumatrastraat, midden in een woonwijk. Ga eens praten met de mensen die daar omheen wonen en vragen of ze daar ooit iets van gemerkt hebben van deze mensen. Ze wonen, momentje, ik ben bijna klaar. Ze wonen op de Lange, ze wonen op de Wassenaarseweg. Daar wonen ze in een mixed wonenproject.
8 ex-daklozen, een aantal statushouders bij elkaar en een aantal reguliere woningzoekenden. Gewoon wonen ze gewoon tussen de mensen. Over maar deze categorie mensen hebben we. Maar gebruik dan bestaande bouw. Bestaande bouw, en niet nieuwe dingen waar iedereen last van heeft. Gebruik bestaande bouw. Het wordt dus een schoolplein. Gebruik dat dan. Ja, daarom, heel schoolplein. Er staan zoveel gebouwen leeg. Gebruik dat dan. Er zitten 150 leerlingen op. Die kunnen zo leeg. Een toren van grond bij nou, dan kun je 50 unit vissen het hoofd, de benen verwaard. Er zijn twee dingen die hier door elkaar lopen. Van, is dit nou de goede plek om überhaupt de woningen neer te zetten? Nee, of kunnen deze mensen tussen andere mensen wonen? En het laatste is mijn betoog, deze mensen kunnen gewoon tussen andere mensen wonen. Maar dat is toch niet tussen ons? Zet ze bij jou in de tuin, zo jullie. De situatie dan, als je vader staat. Hoe blijf je de buiten al niet waar? Nee. Goeiedag, ik ben Herman. Goed werk allereerst, maar we zijn gewoon goed werk in ieder geval, maar we zijn in ieder geval boos voor de situatie. Want op de Sumatrastraat is het toch een aardig stukje over aan de overkant. En haaks. En naast een lege school. En ik ben er 10 minuten langs geweest met een vrouw van de Boombond. Daar hebben we even steentjes opgemeten. In die 10 minuten stond de muziek keihard toen we aankwamen fietsen. Met de deur open, ja, dus ik moet ook lichten. Dat kan op zich, maar niet bij ons bijvoorbeeld. Even later kwam er een man al ruziend aan de telefoon, waarschijnlijk met zijn werkgeefster. Moet je luisteren, mevrouwtje, hè? Als ik een keertje te laat kom, nou... ik denk, wat is dat voor impulsiviteit? Want er kan er nog wel geen overlast meer zijn van drugs en drank, maar nog wel van die impulsiviteit. En als er dan 12, zoals jij al zei, 12 op een hutje met je zitten, zeg maar, hoe grote kans hebben we dan altijd prijs als er eentje terugvalt? Ik kan er alleen maar zeggen, bedoel, specifiek toen jij er geweest bent, wat er gebeurd is, wie er geweest is, dat weet ik natuurlijk ook niet. En ik weet ook niet of het een van onze bewoners was of van de reguliere bewoners die met zijn werknemer aan de... Wat betreft die ruimte die er tussen de woningen zit, is het waar dat het meer is dan in jullie geval. Maar als je kijkt aan de raamkant, zeg maar, zoals je nu is gesitueerd aan de achterkant, dus niet vanaf het schoolplein, maar dan zit je ook daar vrij dicht op bewoning. En nee, aan de achterkant, zeg maar, is een woonblok. En dan staat er ook redelijk dicht bovenop. Wat ik kan zeggen met... Maar hij is ook niet getolereerd. U heeft volkomen gelijk dat er in het voor ook daar hele discussies zijn geweest, ook bezwaren. Dus dit staat ook al voor. Maar wat, even voor alle duidelijkheid. Ik kan niet ingaan op wat de gemeente wel of niet beslist, maar, wat de locatie is. Ik kan alleen maar vanuit de binnenwest en vanuit onze bewoners spreken. Ja. En als je dan spreekt over hoe het gaat in de buurt, dan was er inderdaad heel veel weerstand, ook daar in het begin. En we hebben ook overal. We zitten daar nu 3 jaar. Er is na een half jaar, bijna 3/4 jaar, onafhankelijk onderzoek gedaan in met de buurt, met alle betrokkenen, weet ik wat. Heeft een 2-pagina groot artikel in het Lijst Dagblad gestaan. Niemand ervaart overlast. Nee. Dat is gedaan toen het project al bestond. En ik bedoel, het hele traject van verhuizing en zo, daar hebben wij als Binnenwest geen invloed op. Nee, maar dat was, we hebben eigenlijk hetzelfde traject gevolgd daar in Leiden-Noord. Met inderdaad klankbordgroep bijeenkomsten, waar ook de buurt bij betrokken was. En er zijn ook stevige discussies gevoerd, dat kan ik u vertellen. Op andere locaties is dat ook gebeurd. Ik kan alleen maar uit ervaring spreken, we zijn nu 3 jaar verder. Er wordt geen overlast ervaren. Er zijn leuke contacten tussen bewoners en de buurt. Begrijp iets, onze touw, onze house. Wat van ons huis, dat is onze dek. Dat begrijp ik, meneer. Meneer, ik woon met mijn kleine zoon. Ik ben alleenstaande vader. Ik laat. Even een uitvoering, vader. We zitten die hele toren staat alleen. We vinden het allemaal in. Ja, de achterin is in het buiten. Ja, ja, ja. Heel graag.
Nog even een antwoord op uw vraag van iedereen heeft daar bezwaren ingediend. Ik heb dat traject, was mijn traject, heb ik getrokken. Er was inderdaad, hebben we ook een bewonersavond gehad, zoals we hier, met heel veel mensen die er hartstikke tegen waren. Vervolgens ben ik wel met die mensen in gesprek gegaan. En dat heeft ertoe geleid dat we met elkaar een aantal afspraken hebben gemaakt en op papier hebben gezet. Dat was er geen keuze hadden. Met respect. Uiteindelijk heeft niemand daar een bezwaar ingediend bij de gemeente. Dus ik ben ervan overtuigd dat als jullie straks zitting nemen en een plan wordt geboekt, dat je toch geplaatst werd. Dat zou kunnen, maar ze hebben. Ik denk wel dat we de mensen zo tegemoet hebben gekomen dat ze allemaal vonden dat de wijze waarop we het uiteindelijk hebben gedaan voor hun toch wel acceptabel was. Dus. Nou, maar ze kijken ook. Mevrouw, de mensen kijken, maar die kijken wel op de doelgroep die daar komt. Wilt u het nog een keer zeggen, want er werd even doorheen gepraat. We richten ons nu heel erg op de doelgroep die er komt. Op zich ook belangrijk, maar waar het mij om gaat, en meerdere bewoners, mijn buren met mij, de plek. Ja. Ik snap heel goed dat die mensen ook een plek verdienen en ergens moeten wonen. Prima, snap ik. Maar heel eerlijk, hè, als je 1 hoog woont op de Valeriestraat en er komt zo'n vanuit je woning 7 meter verderop een woonunit, begaande grond en eentje erboven, dan is je uitzicht weg, je zon weg, plus je zit tegen een muur aan te kijken met dan een raampje van die bewoners. Hè? Dat wil je toch niet. Dat willen jullie toch ook niet. Nee, als ik heel eerlijk ben, als bij mij voor de deur staat, word ik ook niet blij. Nee. Jullie zijn heel pinter. Hè? Jullie zijn niet dom. Dat willen jullie niet. Ik denk dat jullie een grotere tuin hebben. Maar wij zitten dan tegen een muur op te kijken. We hebben geen zon, geen uitzicht. En dan krijgen we een binnentuin. Die plek is onze binnentuin, daar spelen onze kinderen, daar bouwen ze hutten, ze klimmen in de boom, ze voetballen daar. Gewoon de plek klopt niet. Weet je, als jullie bij ons in de wijk... Als jullie bij ons in de wijk een andere, betere plek vinden, prima, want die mensen moeten wonen. Maar dit is de plek niet, echt niet. Wij willen jullie niet dwars zitten om het dwars zitten. Het gaat echt puur om de plek. 7 meter, hè? We hebben het uitgemeten, 7 meter. Dan komt er een wand voor je neus. Dat wil je toch niet. Jullie zijn toch niet gek? Ik vind het bijna hilarisch. Het is bijna komisch. Dit kan je niet verzinnen als weldenkend mens met hersens. Het is belachelijk. Heb je dan ook een woning voor mij? Want ik ben claustrofobie. Ik heb last van claustrofobie. Heeft u dan een woning voor mij? Daar kan ik zo geen antwoord op. Nee, maar ik vraag het dus. Er loopt iemand met een microfoon op. Mag ik heel even door? Ik ken een mevrouw, die zit daar. Ik denk, als u... Je mag bij haar kijken, ze zit één hoog. Kom maar. Ik ook. Nee, die staat er ook mee. Dan weet ik zeker dat je dat belachelijk vindt. Ik zit ook mee. Je mag onszelf langs komen. Niet alleen achter die schermen. Kom jullie langs. Voorzitter, voorzitter. Eén hoog met 2 kinderen. Ja, kom kijken. Niet achter de schermen, mevrouw. Dank u wel. Dat wil ik graag. Wethouder vertelt dat ze bij jullie een kijkje komt. Ik neem aan dat je in de linsvaart op één doel. Wordt er dan eventueel, of is er al eventueel, met die andere mensen gesproken van joh, hè, het kan zijn dat op jullie units worden neergezet. Wat nou als het bij ons niet doorgaat, omdat we zo ageren, is er een alternatief of hebben jullie iets? Volgens mij hebben we 18 locaties bekeken. Deze komt er als best uit. En volgens mij hebben we geen... Even, wacht.
Beste mensen, ik wil best vragen beantwoorden, maar ik stel me dan even een gelegenheid om het antwoord te geven. Wij vinden dat dit de beste locatie is. Uw vraag is, van, hebben jullie terugvalscenario, stel dat dit niet doorgaat, heb je dan een andere locatie in het vizier? Het antwoord is nee. Dat is ons probleem. Dan zet u maar in je eigen tuin hier. Even overeen, want dan kunnen we het beste de vraag beantwoorden. Emily, kan je even met... Ik denk dat het zo gaat lukken. Ik heb jarenlang in het centrum van Leiden gewoond. Vlakbij de locatie Nieuwe Energie. Waar ook ontvang is van dak en kruis. Heb ik nauwelijks last van. Dus ik maak me niet zo zorgen om de doelgroep. Ja. Zoals mijn vrouw ook aangeeft, het gaat wel om de wijk en de locatie. Ja. Je woont er nu niet meer, ze hebben nu geen last meer. Ik woon nu aan de Zwelinglaan. Ja. En ik kijk uit op een van de grasvelden. Het is niet het bewuste grasveld waar nu over gesproken wordt. Maar ik maak me terdege wel zorgen over de toekomst. Ja. Want u begint met één plekje, u vraagt lekker meedenkend, hoe wilt u dat we het gaan inrichten? Is de vraag, wilt u het? Dus u bent überhaupt verkeerd begonnen met de insteek. Ja, met de brief. En als dit er is... Straks heel de wijk, heel veel mensen zitten huurwoningen, die hebben hun leefplezier zien die achteruit gaan, alleen maar door de plannen. Er zijn ook heel veel mensen met koopwoningen, die zien hun waarde van hun woning naast het woonplezier ook nog eens achteruit gaan. 70.000 minder krijg ik voor mijn huishouden. Wat gaat u daar aan doen? Want u helpt op dit moment 16 mensen. Wat gebeurt er daarna? Op de Sumatrastraat wordt er, nadat is er gezegd van nou, die woningen kunnen daar tijdelijk 5 jaar, 10 jaar staan, weet niet precies. Ze moeten daar naar weg, want er gaat gebouwd worden. Gaat dat bij ons ook gebeuren? Ja. Daar kunt u nu waarschijnlijk geen antwoord op geven, maar wij zien een doemscenario voor ons. Welk doemscenario is dat, als ik vraag mag? Dat de grasveldjes allemaal ook vol. En dat wij kunnen uitkijken op de vuile was van de bewoners die daar wonen vanuit de straat in plaats van een wasraam. In plaats van een grasveld. En als dit de enige plek is, dan is Leiden dus volgebouwd. Dus je containers blijven geen 10 jaar staan, maar de rest van hun leven. Verklaar dat dan maar. Er zijn heel veel nieuwbouwplannen in Leiden. Alleen alles staat nog niet vast. Dat is een beetje het lastige in de discussie. U had nog een vraag. We gaan bij ons die flat bouwen, sociale woningbouw. 1200 in de man. Bouwt ze daar dan in? Maar u kijkt nu door naar de volgende vraag, maar ik zou wel graag een reactie willen op de ontwikkeling van de wijk. Dat is op dit moment, zoals de wethouder al heeft verteld, we hebben een, hoe heet, ontwikkelperspectief. Naar woord ontwikkelperspectief, waarbij we een soort grote lijnen hebben geschetst wat de gemeente van plan is met de wijk. Dat is het nog heel erg op abstract niveau. Dat is nog niet heel erg concreet van op die plek, want die plek en die plek gaat er wat gebeuren. Maar dat is het stadium waar we nu in zitten. We zijn nog niet zo ver dat we heel concrete plannen hebben voor al die locaties. Ja, er lijken dus plannen gemaakt te worden voordat er überhaupt gepolst is of mensen het leuk vinden. Kijk naar de opkomst hier. U wilt nog iets? Fijn dat ik ook even voor te krijgen. Allereerst wil ik even opmerken, we zijn hier volwassen mensen, dus laat elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar. Ik zie dat het nogal amper gebeurt hier. We hebben allemaal onze ideeën over de doelgroep en wat voor problematiek het oplevert. Ik heb namelijk een aantal vragen. Wat zijn de, je hebt in de Sumatrastraat, zijn de units er nou een aantal jaar staan daar? Wat was de criminaliteitscijfers voor dat ze daar stonden en wat zijn ze nu en wat kunnen wij verwachten daardoor? U praat over uitbreiding van de woonunits, dat dat mogelijk is. Hoe ziet u dat voor u? En is er een mogelijkheid dat de doelgroep uiteindelijk veranderd wordt?
Het zijn drie vragen van elkaar. Als het gaat om de criminaliteitscijfers, die hebben de plaatsing van die woningen in Sumatrastraat hebben nul effect gehad op de criminaliteitscijfers. Kunt u dat inzichtelijk maken voor ons? Dat houdt de politie bij, dus daar zijn die gegevens beschikbaar. De politie geeft de gegevens niet, dat zou de gemeente moeten doen? Nee, wij beschikken zelf niet over die gegevens, dat zijn echt gegevens die bij de politie beschikbaar zijn. Hoe kunnen die opgevraagd worden? Nou, ik zou zeggen, stuur een mail en dan krijg je waarschijnlijk de informatie. Het lijkt mij dat de gemeente dat inzichtelijk zou moeten maken voor ons. Maar, oké, u zegt dat. Waarschijnlijk hebben we een klankbordgroep die dat zou kunnen oppakken. De overige vragen, kunt u die ook beantwoorden? Je vroeg iets over uitbreiding van de woningunits, maar die begrijp ik. Wat bedoel je precies? U nam de woorden dat er een mogelijkheid is tot uitbreiding van de woonunits. Volgens mij heb ik dat niet in mijn mond genomen. Maar... Volgens mij wel. Dus u bevestigt hiermee dat de 9 units die er... waarschijnlijk komen, dat 16, dat dat de units zijn die er komen en dat het niet uitgebreid gaat worden. Klopt. Okay. En de derde vraag was? Of de doelgroep zou veranderd kunnen worden? Ja, dat zou in principe kunnen, maar dat... Dat gaat om de plek, Deze meneer stelt de vraag en ik probeer die vraag gewoon van meneer te beantwoorden. We hadden net afgesproken dat we elkaar laten uitpraten en dat we luisteren naar elkaar. Communicatie is alles hier en als we niet communiceren en we luisteren niet en de boodschap komt niet over, dan krijgen we vaak dezelfde vragen. En worden antwoorden niet beantwoord. Dus laten we elkaar alsjeblieft uitpraten en luisteren naar elkaar. Dankjewel. Er wonen op dit moment 4 regulier woningzoekenden, gewoon via woningnet wonen in woningen. En 12 mensen van de binnenvest. Hoe dat er over 5 jaar uitziet, weten we niet. Wat ik voor jullie kan schetsen is dat we op dit moment met een heel ingewikkeld traject zijn. Waarbij Leiden straks de status als centrumgemeente verliest. Op dit moment worden alle daklozen en dak- en thuislozen uit de hele regio Holland Rijnland in Leiden opgevangen. En stromen hier ook uit. Dat ziet er over een paar jaar, zoals het er nu naar uitziet, ziet dat er anders uit. En wat voor effect dat heeft op de doorstroom van de mensen naar het soort woningen wat we nu hebben, dat is nog niet duidelijk. Het kan dus zijn dat het in de loop van de jaren wel gaat veranderen. Oké, dankjewel. Ja, daar had ik ook al eens helemaal naar buiten op, maar daar willen ze dus ook voor een doelgroep gaan bouwen. En wat is dat dan? Of weten jullie daar niks van? Over welke plek heeft u het nu? Het Bizetpad. Daar wordt ook voor een doelgroep, maar wat is dat voor een doelgroep? Nou, ik zat vanmiddag toevallig bij een overleg, want ik zit nog wel eens ergens bij, over het Riesepad, de plek waar u bedoelt. Hiernaast. Ja, vlak naast waar mijn ouders wonen. Die wonen net dat andere flatje daar zo. Die bouwplan, het stadium waar nu in is dat de gemeente het stuk grond heeft gegund aan ons doel om dat verder te ontwikkelen. En het enige wat vast is gelegd is dat er een aantal, ik weet niet precies, uit mijn hoofd geloof ik 80 sociale huurwoningen moeten komen. En wie er precies in komen te wonen en hoe groot die woningen worden, dat is, dat is allemaal nog niet bekend. Nee, dat moet allemaal nog uitgewerkt worden. Voor een bepaalde doelgroep. Dus dan vraag ik me af. Waarschijnlijk, zoals het er nu uitziet, gaat 10% naar speciale doelgroep en 90% regulier sociale woningbouw. Maar dat kan dus maar alles moet en welke doelgroep dat is, dat is allemaal nog niet bekend. En dat moet dan weg. Nee, de scouting krijgt er ook gewoon een plek. Nee, misschien. Ja, een andere plek. Ja, dat maakt mij niet uit. Rosland heeft centraal. Het ging mij om wat voor doelgroep er ook kwam. Emily heeft daar iemand bij de microfoon. Ik wil er toch nog heel even op wijzen waarom we hier zijn. De locatie is gewoon niet geschikt. Je kan het dan gaan hebben over meer of minder units erbij, maar de locatie is niet geschikt. Ja, dat is het. En jullie hebben wel gekeken wat een geschikte plek is, maar stap nou eens af van die woonunits en ga eens kijken naar kantoorruimte die er is. Want er staan kantoorruimtes die staan te verpauperen. En we gaan daar in investeren, zodat die mensen inderdaad ook opgevangen kunnen worden in bestaande ruimte. Maar ga niet hutje-mutje bezig om elkaar... Dat geeft narigheid. We willen het gewoon niet. Er is geen goede locatie. Rozenwaldstraat 49. Want dit zijn allemaal verzuchtingen, maar zijn er ook nog vragen waar we antwoord op zouden kunnen geven? Hier nog eentje. Goedenavond. Ik heb trouwens een koophuis hier zo, op de Valeriestraat. Dat is niet waar het blok komt, maar even ernaast. Maar ik kijk ook zo schuin er tegenaan. Maar ik heb er zeg maar 160.000 voor betaald. Wat is het nou nog waard? Ik denk dat het zeker 60.000 minder waard is nou. Want iedereen die voorbij rijdt, die denkt, oh kijk eens. Nou, hier ga ik niet wonen, ik ga wel even verder kijken.
Nou, daar hebben we bij de gemeente ook een procedure voor. Dat heet de brandschadeprocedure. Wanneer u van mening bent dat uw woning minder waard wordt door wat de gemeente aan woningen neerzet. Dan word je weggelopen. Even. Jongens, ik probeer gewoon een vraag te beantwoorden. We hebben een procedure voor, dat is een onafhankelijke commissie. Daar zit geen gemeenteambtenaar of bestuurder in. Die beoordeelt of uw claim dat uw woning minder waard is geworden terecht is. En dan wordt er een schade toegekend. Zo werkt dat bij de gemeente. Maar daar heb ik geen koper mee. Maar daar krijg ik geen kopers meer mee. Want niemand koopt dat huisje meer. Als het minder waard wordt, wel. Ja, maar dan zit ik met de gebakken peren. Koop jij je huis voor minder dan? Ik weet waar jij ook woont. En daar ook. Die woont beter dan wij. Hebben we niet, die mevrouw heeft nog. Hier zijn een paar vragen. We kunnen de hele avond discussiëren. We kunnen hier gewoon de locatie. Ja, is de. En dan kunnen we zeggen: huis minder waard. Dat is niet ter discussie. De discussie is, de locatie is onmogelijk. Nee, als jullie de locatie niet geschikt vinden, dat is hier al een keer of 30 langsgekomen. Daar hebben we inmiddels een ruimschootgrens van genomen. Ja, maar als jullie zelf gezond verstand hebben, hadden jullie dat één keer al kunnen bedenken. Nog vragen? Ja, ik wil nog even aangeven dat dit natuurlijk ook een goede reden is om aan te geven dat jullie het niet mee eens zijn. Maar doe het ook zwart op wit, dus maak bezwaar zou ik zeggen. En check ook ruimtelijkeplannen.nl, want daar staan ook de plannen op van de gemeente Leiden. En daar hebben jullie veel meer inzicht in, zoals het ontwerp-ontwikkelperspectief. Dus ga naar ruimtelijkeplannen.nl. Daar heb ik ook dit document gedaan en daar wil ik ook wat meer opheldering over. Dus daar mijn vraag. Ja, graag. Ik heb hier het document van ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden-Zuidwest. En daar staat in dat... De gemeente Leiden maakt bekend dat het met ingang van maandag 29 april het ontwikkelperspectief Leiden-Zuid voor een periode van 6 weken ter inzage ligt. Klopt dat? Is dat voor 2019? Volgens mij heeft het tot 10 juni ter inzage gelegen. Hier staat er dus 6 weken, hè? Vanaf maandag 29 april. Dus dat is, tot 10 juni zou heel goed kloppen. Ja. Dat is niet 6 weken. Ja. Jawel. Mei. Mei. Ja, dat is 6 weken. Nou, dat is dus al verstreken. En wij zijn daar niet van op de hoogte gebracht. Er staat hier dus, het ontwerp-ontwikkelperspectief ligt vanaf maandag 29 april tot en met 10 juni ter inzage. En dan kunnen wij ook een zienswijze indienen om daar bezwaar tegen te maken. Nou, dat termijn is dus verstreken, begrijp ik nu dus. Want ik ben de maand mei helemaal vergeten in deze chaotische situatie. Dus ik wil weten waarom wij niet op de hoogte zijn gesteld van dit soort plannen. Nou, ik heb een vraag terug. Hoe vindt u dat u op de hoogte gesteld had moeten worden? Zoals u ziet is alles gepubliceerd en transparant gepubliceerd. Vond u dat u allemaal huis aan huis een brief had moeten krijgen? Ik moet erachter komen. Ik moet er via een of andere website die heet ruimtelijkeplannen.nl achterkomen dat dit soort plannen er liggen. Ik heb 20 keer moeten doorklikken voordat ik op dit document kom. En als ik kijk naar de tekst en de theorie en de technische termen die hierin staan, dan is het niet voor elke bewoner toegankelijk. Dus daar ook een verbeterpunt en een feedbackpunt van de gemeente om het echt toegankelijker te maken. En ook wat meer bekendheid te maken voor de bewoners. Nee, dankjewel voor de feedback. Als het gaat om die technische terminologie, moet ik zeggen van ik werk zelf bij de gemeente. Maar ik snap het zelf af en toe ook niet wat mijn collega's opschrijven. Dus die punt snap ik. Als het gaat om de publicatie van wat de gemeente aan plannen heeft, gebeurt dat doorgaans op 2 standaard manieren. De ene is op de website, de andere is in het Leids Nieuwsblad. Alle plannen van de gemeente worden in het Leids Nieuwsblad. Als het goed is, wordt Leids Nieuwsblad wel huis aan huis verspreid. Oké, dan heb ik nog even een aantal vragen over de sheet. Zou u misschien even kunnen teruggaan naar de sheet van de planning? Ja, dan geef ik het woord weer aan de projectleider, want die heeft er meer verstand van. Begrijp ik het goed dat het overleg met het klankbordgroep en de buurt gelijktijdig loopt met de onderzoeken van de omgevingsvergunning? Ja. Dus jullie zijn eigenlijk al gestart met de onderzoeken? Kijk maar, de onderzoeken starten hier en daar. We hebben al een paar onderzoeken gedaan, dat heb ik je geduid. Ja. Het bestemmingsplan, dat kennen we natuurlijk. En die quickscans hebben we gedaan. Maar voor de omgevingsvergunning moeten alle onderzoeken nog worden ingeleverd. Oké, dus ik begrijp dat jullie eigenlijk al ook zijn gestart met de onderzoeken, zonder de bewoners daarbij te betrekken. Want jullie, dus we niet zijn eerst gestart de bewoners te betrekken. Om die 18 locaties
We begonnen met 7, toen kwamen we daar niet uit. Toen werd het opgeschaald naar 18. En die 18, daar hebben we wel wat onderzoek naar gedaan. Oké. En zijn er ook bewoners betrokken bij het onderzoek? Nee. Om de oordeel te geven of het geschikt is of niet, naast dat de gemeente daar ook in... Nee, want de afvallers die vielen om een bepaalde reden af, die hebben we genoemd. En die konden dus niet. Oké. Dan heb ik nog een vraag over de afmetingen van de units. Ik zou graag willen weten de precieze afmetingen. Dat komt in de volgende sheet naar voren, maar dat staat er niet bij gespecificeerd. Dus dat zou ik graag willen weten. Waarom gaat die nu al? Oh. Ja. Zou u de precieze afmeting hiervan en de hoogte kunnen aangeven? 23 meter. Nee, alleen van de woonunit graag. 10 meter. Ja. 10 meter. Ja, het kan 10,5 zijn, het kan 9,5 zijn. Maar ja. 10, ik heb het afgerond op hele meter. Ja. 10. En deze is dan, even denken, 32. En deze, van hier tot daar, is 60. Dus er werd toen net gezegd van op 7 meter afstand. Dat klopt dus echt niet. Het is 23 min 10, blijft er 13 over. Dus die afstand is 2 keer zo groot. Die woningen zijn 6,5 meter hoog. We willen dat ook echt nagaan straks met de klankbordgroep. Dan krijg je dus ruim zon op de volledige gevel van die woning. Het zuid is daar. In de zomer. Kan dat echt in de klankbordgroep kunnen we dat echt nader bekijken? Klopt niet trouwens. De afmeting. Nou, wat die mevrouw zei klopt er niet. Wat ik zeg. Er komen nog trappen bij. Ja. Maar dat moeten we zomaar uitvinden. Nou, ik dacht ik daar met mijn zienswijze eigenlijk. Dit zijn de afmetingen van de woningen, zoals de projectleider noemt. U heeft gelijk. Er is ook nog een. Om op de tweede verdieping te komen, heb je ook nog een galerij die ervoor loopt van een meter breed. Dat klopt. Als laatste nog even de vraag, wat betekent het dus voor ons als ik hieruit opmaak dat het termijn voor de inzage is geëindigd en ook hierbij het indienen van de inzienswijze, wat betekent dat voor ons als bewoners? Ik begrijp je vraag niet helemaal goed. Het gaat over het ontwikkelperspectief, niet over het gaat om het ontwikkelperspectief. Ontwikkelperspectief. Daar, daar stond een termijn voor een inzage van 6 weken, dat hebben wij dus niet meegekregen. Ja. Tijdens dat termijn kunnen wij dus ook een zienswijze indienen tegen. En dat is dus nu verstreken, dat termijn. Ja. Hoe kunnen wij alsnog daar inzage in hebben? Richt je tot de gemeenteraad. Je kan altijd los van de formele procedure je richten tot de gemeenteraad. Je kan ze een brief sturen. En bij de behandeling van het onderwerp, dat is altijd in 2 stappen. Eerst in de raadscommissie en daarna, dat is een deel van de gemeenteraad, die gespecialiseerd zijn in dit soort onderwerpen. En daarna komt dit in de voltallige gemeenteraad. En u kunt in de raadscommissie kunt u inspreken als bewoners en uw ongenoegen kenbaar maken of uw zienswijze alsnog, als u dat verzuimd hebt, alsnog daar doen. Ja. Hoi, ja. Goedendag. Ik had een vraagje over de afmetingen. De afmetingen van 1 unit is 4 bij 9. Dat keer die 8 plus wat wandjes is 32,4, maar dat is een kleinigheid. Die maat op is dus 9 plus de balustrade, dat is 1 meter. En nog de wenteltrappen die daarna nog eens 3 meter uitgezet zijn. Dat hebben wij dus zeg maar aangegeven in ons veld. Want dat is de totale bouwgrond waar we over kunnen meepraten en wat we hebben kunnen vinden. Want en mijn andere vraag is, nou ik heb er nog meer eigenlijk. De tuintjes kunnen sowieso niet uit de brief. Ik heb hier een beetje wat schaduwtekeningen gemaakt en ik, dat lukt mij wel. Daar kunnen we asperges voor bouwen. Even kijken. Zal ik eerst even antwoord geven op de eerste vraag? Ja, dat is goed. Er zitten, bij de huidige woningen zitten er uitstaande trappen. Omdat het in die situatie het meest geschikt was. Er zitten wenteltrappen. Die staan zeker een paar meter van het gebouw af. Dat hoeft in deze niet. We kunnen ook andere trappen toepassen. En we willen die zo strak mogelijk maken. Hier, om het zo compact mogelijk te houden. Dus als ik inderdaad zeg, dit is 32 meter, dan komt er inderdaad nog een trappetje bij. En die zou je zo langzij kunnen doen. Ja. Daar moeten we het gewoon nog over hebben. Ja, dat zal dan iets schelen, inderdaad. Maar dan zitten we nog steeds 10 meter van dat balkon af. Dat, maar ja, en we moeten ook nog even kijken. Of we zitten er 13 meter van. Of 10. Maar we moeten nog even kijken. Het is net een amfitheater, dat is net al een klein beetje aangegeven. Dat wordt ook een kakofonie. Dus daar willen we ook graag rekeningen van.
de zonneberekening en de geluidsoverlast. Dat maar, is ook een verplicht onderdeel van de vergunningtraject. Ja, de geluidsbelasting. Oké. Want onderzoek daarnaar. Dat schiet niet op. Nog iets over de brief. Wie staan er werkelijk achter deze echt totaal vage brief? Toen ik hem las op donderdag uit mijn werk, dacht ik, nou ja, dat zal wel. Ik leg hem weg, kijk op zondag en ik, holy, hè? Wat is dit? En vooral met mensen met minder sterk Nederlandse achtergrond, die hebben we ook gewoon weggegooid. Dat heb ik gehoord. Mensen denken, oh, sommige Nederlanders denken, of ja, Nederlandstaligen, een beetje sterk Nederlandstaligen, die denken ook, oh, het gaat er over de binnentuin. Dan staat er ook duidelijk, meepraten over de binnentuin. En, maar het gaat hier eigenlijk over heel wat anders. En we hebben helemaal geen informatie waar we over kunnen meepraten. En dat zint ons niet. En worden we in de toekomst ook zo op de hoogte gehouden met een termijn van 3 werkdagen met een weekend ertussen, vlak voor de vakantieperiode. Is dat een normale procedure? Dat moet echt veranderen namelijk. En daar heeft mevrouw Gebke ook nog naar gevraagd tijdens de commissievergadering. Dus ja, dat zijn een aantal vragen. Ja, als het gaat om, ik heb de brief niet verstuurd, maar als u zegt dat het heel kort van tevoren is gebeurd, dan klopt dat inderdaad niet. Normaal gesproken hebben we als regel dat we minimaal 2 weken van tevoren uitnodigingen versturen. Dus als dit hier op een korte termijn is gebeurd, dan klopt dat inderdaad niet. Ja, er staat Suzanne Bouwman op en Robert van Baarsen. We hebben vooral Robert van Baarsen gesproken, heb ik gehoord. Ja, hallo. Ja, nee, niet daarover. Dus ja, dat. Geef haar ook een microfoon, dat kan ze ook even wat zeggen. Die staat onder de brief. Kunt u even reageren? De brief was vaag. Nee, wij hebben elkaar vaak gezien. Ik heb hem op pal van mijn huis. Zo vaag was. We hebben elkaar vaak gesproken, inderdaad. Nou, wij nemen graag alle feedback mee. Ik ben Suzanne Bouwman van ons doel. Nee, heel goed. Ja, nee, ik geloof dat het. Hij staat hier. Ik heb meestal heel hard genoemd. Goedenavond, ik ben Suzanne Bouwman van ons doel. We hebben de brief samen gemaakt. Veel mensen hebben meegelezen. Het is altijd lastig om een goede brief te maken die voor iedereen duidelijk te snappen is. Dat snappen we. Het is ook een moeilijk onderwerp. We hebben het woord binnentuin bijvoorbeeld wel 6 keer veranderd. Hoe noem je het iets dat voor iedereen zichtbaar is, duidelijk is? Hoe groot ga je uitnodigen? Dat is een hele grote discussie die ook bij ons is geweest. Dat is altijd lastig. We hebben het zo kort gedaan, dus volgens mij 1,5 week van tevoren geweest. We hebben hem persoonlijk bezorgd. Onze wijkbeheerder heeft hem bij iedereen in de bus gedaan. Nee, bij de partiek die besloot die erop uitkijkt. Ja, daar is hij in de bus gehoord. Wat wij zeggen, we hebben 5 dagen. Ja, nee, maar dat het niet goed gaat, daar zijn we allemaal over eens. En dat het beter kan, zijn we ook over eens. En we zijn blij, hè, voor duidelijkheid, ook met deze opkomst. Ik ben er ontzettend blij mee. Want dat betekent ook dat het leeft en dat wat betekent. En het is ook ontzettend duidelijk dat de locatie niet gewenst is. Mogen we ook dan bij de volgende opkomst weer met zoveel komen? U mag ten alle tijden komen met wie u wilt. En u bent ook ten alle tijden welkom. Ja. U bent een bekende huurder van ons. Wij zien elkaar vaak. U zegt wel van, we willen direct betrokkenen uitnodigen met de brief. Maar misschien sta je zelfs dichter bij die mevrouw die, of ongeveer op gaat. U weet waar ik woon. Maar ook voor de duidelijkheid, en ook aan u, ik ga even zo staan, want hier staat de mensen. U heeft hem niet gehad. In het begin van de presentatie zijn we mee begonnen met onze excuses aan te bieden. Dat is duidelijk. We hebben gekozen om eerst het kleine blokje. We hadden moeten kiezen voor een grote informatiebijeenkomst en hadden we dit gehad. Dat is uitgelegd in het begin. Ik kan het nog een keer vertellen. De keuze was, en die is fout achteraf. Hand in eigen boezem, die is fout achteraf. De keuze is gekozen om eerst de mensen die er echt op kijken mee te spreken en daarna, en de datum was er ook van bekend, met z'n allen te zitten. Zouden we dit weer zo doen? Nee. Hebben we hiervan geleerd? Ja. Dat is echt heel duidelijk. Kan de brief beter? Wij zijn altijd op zoek naar betrokken huurders die willen meedenken. En ook brieven maken is er één van. Want hier hebben we gekeken met mensen van de gemeente, bij ons veel mensen. En het is gewoon lastig om een goede brief, want wij zijn soms in de termen zitten we. Dus het woord binnentuin denken we, het leeft meer als algemene grond voor u bijvoorbeeld. Dat stond er eerst in. Of het grasveld voor uw tuin. Voor de duidelijkheid. Nee, maar voor het meepraten over de deurtje en de trap. Voor de duidelijkheid, verbloeming willen wij niet. Maar dat is ook niet de bedoeling. Iedereen die mij heeft gesproken, en er zijn hier een paar in de zaal die mij hebben gesproken. En ik heb gezegd in alle tijden, of u de brief heeft ontvangen. Luister goed, want ik wil het graag voor iedereen. Of u de brief heeft ontvangen of niet. Maakt niet uit, u bent welkom hier.
En wij willen graag door met een groep bewoners om te praten. Als het is met de hele zaal nog een keer, gaan we dit nog een keer met de hele zaal doen. Als het is nog 5 keer met de hele zaal, zal het alle tijden, dan doen we dat. Het gaat ons niet om het aantal bewoners. Het gaat erom dat we betrokkenheid willen uit de buurt. Juist, maar het is wel uit de boom. Het komt wel uit de boom. Het begint met een brief met eerlijke informatie. Nee, maar in de brief proberen wij zo duidelijk mogelijk. Nee, maar dat het niet zo is. Dus het gaat over schreeuwen, maar niet alleen graag. Oh ja, natuurlijk, dat wil ik graag. Want u zit iedereen te over schreeuwen, ook die mevrouw daarnet, en nu wil deze mevrouw inbrengen. En u heeft een microfoon in de hand en die ook schreeuwt haar gewoon. Laat daar de mevrouw aanpraten, stuk. Ja meneer, wij kennen elkaar. Ja. Voor de duidelijkheid, ik was aan het antwoorden naar die mevrouw erachter, die ziet u niet. En daar was ik aan het antwoorden. Ten alle tijden mag ik aan het woord, hè, voor de duidelijkheid. Ik ben het met die brief helemaal niet mee eens. Omdat die brief een en al vaagheid weergaf. Ja. Mensen gooiden hem weg. Ja. Hij ziet eruit alsof dat je denkt, jezus, weer zo'n stomme brief. Ja. Gooi maar weg, ja. Doe er maar wat anders mee. Maar het leek dus, er zat niks belangrijks in. Dat is nog van het doel. Van de gemeente ter voorlichting dat kwam. En dan praten we over 2-3 kilometer verder. Diezelfde gemeente heeft zijn handtekening onder deze brief gezet. Nee, dat ben ik verantwoordelijk. Schande. Maar volgens mij, dat zegt u terecht, want volgens mij hebben we ook aan het begin gezegd, dat hadden we beter moeten doen. Ja. Wij dachten het is slim om eerst met de directe omwonenden te spreken. Ja, dat was niet zo. Volgens mij is het goed om... Kijk, we kunnen hier heel lang over praten. Ik bied namens de gemeente mijn excuses aan dat we dat niet goed gedaan hebben. En we vinden het belangrijk om met u in gesprek te blijven. Dus iedereen is welkom, ook in de toekomst. En volgens mij staan we hier vanavond met z'n allen om u alle antwoorden die wij al hebben... om die te geven. Wij willen helemaal niks verbloemen, want anders zouden we hier ook niet staan. We staan hier om het verhaal te vertellen en om te luisteren. Ja. U zit nu al heel lang, dus... Zullen we het doen? Ja. Zij kan heel goed hard praten. Ik heb hard genoeg gepraat. Mevrouw de wethouder, ik heb vanmorgen echt om 6:00 ochtends met veel belangstelling gekeken naar de raadsvergadering, waarin mevrouw van Gaal u een zestal vragen stelde. En één vraag die vond ik, ik heb meerdere vragen overigens, dus ik hoop dat u ze allemaal kunt beantwoorden. Maar één van de vragen die u kreeg was, waarom deze locatie? Nou, we hebben allemaal gehoord dat we dat graag nogmaals duidelijk willen weten. Wat zijn de afmetingen? Ray heeft daar ook al goed en u ook trouwens meneer uitleg over gegeven. Maar één vraag is volgens mij nog niet beantwoord en dat is, waar gaan de mensen heen? Die in die woonunits wonen. Want u gaat woonruimte verhuren. Dat is ook een tweede vraag. Wie wordt verhuurder van die woonunits? U gaat woonruimte verhuren. En woonruimte, ja, huurders worden nu eenmaal ontzettend erg beschermd. Tenzij het tijdelijke woonruimte is. Want dan heb je 1 of maximaal 2 jaar waarin je relatief eenvoudig je huurovereenkomst kan opzeggen. Maar anders niet. Dus tijdelijke woonruimte en ook in dat omvang, waar gaan ze dan daarna heen? Krijgen ze ook inderdaad een huurovereenkomst dat je inderdaad zegt, ze zijn echt over 10 jaar weg. Nogmaals, ik wil ze niet, maar in het geval dat ze wel komen, waar gaan ze heen over 10 jaar? Zal ik proberen... Even formeel wat de weg is. We hebben daar een paar reguliere huurders in zitten. Die hebben gewoon huurbescherming. En die gaan gewoon mee met de woningen en die maken gewoon wooncarrière zoals we dat allemaal af en toe hopen te doen. Die wonen nu tijdelijk. Voor de huurders die er nu in zitten, die geen binnenvesthuurders zijn, die wonen er tijdelijk. Die hebben een tijdelijke huurovereenkomst. Omdat het duidelijk was dat er binnen 3 jaar weg moesten. Met dat die was huurders hebben wij goed contact. Die krijgen voorrang omdat zij goed, zij zijn heel tevreden en ze willen heel graag daar blijven wonen. Ze zijn tevreden met de binnenvestmensen, ze kennen de mensen goed. Ze zijn tevreden met de begeleiding. Dus die hebben gezegd, als het verplaatst wordt, willen wij graag mee met de verplaatsing. Oké, maar sorry als ik mag ik mag iets zeggen als het gaat om blik of niet. Ja. Gaat om geschikt of niet. Zeg maar jullie. Natuurlijk gaat het erom dat we het niet willen. Dat heb ik ook duidelijk aangegeven. Maar we blijven wel te maken hebben met een besluit van de gemeente. En voor dat besluit is het ook heel erg van belang
dat we weten wat er ons te wachten staat op het moment dat het er wel komt. En nogmaals, ik help iedereen gerust met zijn bezwaarschrift en ik ga zitten en ik vind het echt geen probleem. Want ik wil ze ook niet. Maar dat betekent niet dat ik wel wil weten, als het er wel doorheen komt, wat er dan wel komt. Want ook dat vind ik belangrijk. Ik wil ook wel weten waar mijn kleine mij tegenaan gaat kijken en waaraan jouw vier kinderen tegenaan kijken. Vandaar nogmaals mijn vraag. Ja. Ik was halverwege met mijn antwoord. Ik had het over de reguliere huurders. Daarnaast hebben een aantal cliënten van de binnenvest die er komen te wonen. Die hebben een overeenkomst met de binnenvest. Dus die hebben geen huurbescherming. En de bedoeling is dat die daar maximaal een jaar zitten. En dan stromen ze door naar wel een reguliere sociale huurwoning. En komt er andere mensen. En dan komen er andere mensen. Dat is ook niet nog steeds. Wacht, moet ik zeggen, mevrouw? Nee. Maar meneer, een huurovereenkomst is een huurovereenkomst. En op het moment dat jij woonruimte huurt, ongeacht of dat nou bij de binnenvest is, dan is de binnenvest dus verhuurder. Nee, dat is een overkoepelend contract. Wij als corporatie huren het aan de binnenvest en de binnenvest heeft ondercontracten, zorgcontracten met hun cliënten, zoals ik. Even voor de duidelijkheid, die vier die tijdelijk huren nu op de Sumatra-plek, die moeten we kijken of dat een vast contract wordt of een tijdelijk contract, want dat ligt aan de periode waaronder de units er staan. Dus voor de duidelijkheid, niet dat het straks het gevoel is, u heeft gezegd dat ze tijdelijk wonen, dat moeten we nog kijken. Als het een langere periode is, hè, zoals het nu. Als alles doorgaat, hè, dat zeggen we dan, dan 10 jaar zou staan, lijkt het dat het vaste contracten worden. Als ze na 10 jaar weggaan, is het niet zo dat die mensen dan recht hebben op die woning, die hebben recht op hun woning. Dus dan zullen wij ze als woningcorporatie uitplaatsen naar een andere woning. Hè, zoals het ook gebeurt met sloopnieuwbouw en alle andere dingen. Er zitten wel heel veel regels aan verbonden. Maar dat maakt ook mijn tweede vraag heel makkelijk. Want u bent natuurlijk van Woningstichting Ons Doel. Ja. En mijn vraag was ook, ja, wat is uw rol hierin? Want ik heb het kadaster bekeken. En de woonruimtes, de woonunits, die komen op gemeentegrond. Ja. Wat ook logisch is natuurlijk. Want in onze huurovereenkomsten staat dat wij met z'n allen medegebruik maken van onze tuin. Wat is uw rol hierin? De rol is dat de units op de Sumatrastraat weg moeten, die zijn van ons, die moeten daar weg, daar komt nieuwbouw. En dan kijkt de gemeente, waar is een geschikte plek? Wij zijn aan de zijlijn mee aan het kijken, wat is een geschikte plek? Wij hebben dat proces gevolgd en wij krijgen van de gemeente deze plek. We hebben gekeken, zou het kunnen of niet? Wij zeggen, we gaan in overleg met de omwonenden, dat is deze avond. Wij weten het niet heel veel langer, want zo lang is deze plek ook niet bekend. Dus het is niet alsof dit een jarenplan is, dat is niet aan de orde. Dit is gewoon de eerste bijeenkomst zoals die normaal hoort te zijn in de procedure. En dan gaan we in overleg met omwonenden. Dat is wat er nu aan de hand is. Oké, okay, dank u wel. Dat maakt dan wel ook weer een mooie ingang naar mijn derde vraag, naar mevrouw de wethouder. Want een van de vierde vragen die mevrouw Van Gaal zei, en die vond ik ook zo mooi, was, heeft u zicht op het gebruik van het grasveld? En waarom wil ik dat nou vragen? Omdat in het ontwikkelperspectief staat dat ons grasveld, van ons mooie blok waar de woonunits komen, niet tot nauwelijks wordt gebruikt. Dat er geen mensen op komen, dat er dat eigenlijk, zoals je normaal verwacht, dat er misschien een tuintje is of iets dergelijks. Maar ja, ik woon er. En ik weet dat ons grasveld heel veel gebruikt wordt. En ik weet ook dat hele leuke bewoners van onze woonunit dat leuke pleintje hebben bedacht. Om daarmee dus ook die saamhorigheid te versterken. Dus nogmaals, mevrouw de wethouder, heeft u inzicht in het gebruik dat gemaakt wordt van het flatje? En zo ja, wanneer heeft u dan die onderzoeken gedaan? Want ik werk 50, 60 uur per week. Dus door de week zul je mij niet zien op ons grasveldje. Maar in het weekend wel. Kijk, ik heb gisteren gezegd, kunt u allemaal terugluisteren. En ik ben denk ik niet zo goed in het precies kopiëren van mijn woorden. Dat ik begrepen had, want ik ben natuurlijk niet de hele dag zelf gaan kijken. Dat ga ik binnenkort dus wel doen. Dat er niet zoveel op gespeeld werd. Maar ik had ook al te horen gekregen dat u allemaal had laten weten dat dat in het ontwikkelperspectief stond, maar dat dat niet klopte. Dus dat heb ik er toen ook meteen bij gezegd. Van, het staat in dat stuk, dat klopt, dat het niet zo heel veel gebruikt wordt. Maar wij wisten inmiddels ook al wel dat dat niet klopte. Dus en vanavond bevestigt u dat. Nou, en dan heb ik misschien nog iets meer juridische vragen. Namelijk, u had al aangegeven, we gaan omgevingsvergunning aanvragen. En u gaat een omgevingsvergunning aanvragen die in strijd is met ons mooie bestemmingsplan. En een dergelijke omgevingsvergunning kan natuurlijk alleen verleend worden op het moment dat er de ruimtelijke ordeningen toestaat. Er niet te veel strijd is met privaatrechtelijke belangen. En u inderdaad die belangenafweging, de 16 bewoners versus 200 omwonenden, in de gaten heeft. En
kunt u alvast weergeven hoe u daar in godsnaam mee om bent te gaan? Want volgens mij kan die belangenafweging niet in het voordeel van de woonunits uitvallen. Dit is een van de zaken die... Wij moeten een vergunning bij onszelf aanvragen. Dat is raar, maar dat is wel zo. We hebben een eigen afdeling vergunningen. Die opereren redelijk onafhankelijk. Daar zijn we af en toe ook, hebben we af en toe wel heel erg last van, omdat die hartstikke streng zijn. En dat is wel eens irritant, maar die doen ook gewoon hun werk. En dat is een van de zaken waar zij op toetsen. En dat is ook een van de zaken waar de commissie beroep een bezwaar of zal toetsen of er voldoende belangenafweging heeft plaatsgevonden. Ja. Ja, sorry jongens. Je mag ook met je inzeker voor het antwoord komen. Ja, van harte welkom. Ja, onze grootste bezwaren zijn toch wel echt onze privaatrechtelijke belangen. Redi heeft een hele mooie zonnetjestudie al gedaan. En natuurlijk is dat geen deskundige die een hele mooie reportage kan gaan maken. Maar ik geloof dat we met z'n allen met hart en liefde bijdragen aan een bijdrage daarvoor. Om al die rapportages te maken als dat maar in ons voordeel uitvalt. Ons aanzicht wordt aangetast. We gaan hinder ondervinden. We gaan overlast ondervinden. Ik kan u echt uit eigen ervaring vertellen dat ik eindelijk een wijntje kon drinken op mijn balkon dit weekend. En dat ik dacht, yes, even rust. En ziet u dat hoekje daar naast dat rondje op het scherm? Bij het einde van het woonblok waar die woonunits komen, bij de Obrechtstraat. Hier? Iets meer naar rechts. Nee, dat is niet. Nog meer naar rechts, helemaal op het einde. Ja, daar stonden drie drie meisjes. En als u nu kijkt naar het woonblok op de Valeriusstraat, ik woon bij dat tweede inhammetje. Ik heb elk woord van die meiden en hun gesprek kunnen verstaan. En ik maak geen grapje als ik zeg dat jongeren veel overlast kunnen veroorzaken omdat ze gillen en schreeuwen en vaak luidruchtig zijn. En deze meiden waren dat niet. En mede omdat ik toen al een brief had gelezen van de woonunits, maakte me dat wel heel erg angstig. Want ook al strijd ik hier heel vaak op mijn werk wel tegen, dit treft mij persoonlijk. En een gesprek van drie meiden gaf zoveel overlast. En dan heb ik het niet alleen over die meiden. Heeft u wel eens de auto's voorbij horen komen? Als ze bij de brug zijn, hoor ik ze al aankomen. Of de motoren. En dat is dus echt een overlast. Vandaar het verzoek van, let u op die privaatrechtelijke belangen. Ja, en kom vooral voor eigen belangen op. Dit is een van de zaken die u kunt meegeven aan de commissie beroep en bezwaar als u die stap wil zetten. Daar gaat natuurlijk een vrij dan, ik ga sowieso die stap zetten. Mocht u die stap willen zetten, dan is dat een van de instrumenten om mee te geven aan de commissie beroep en bezwaar. Heeft de gemeente daar voldoende naar gekeken en uw belang voldoende behartigd? Ja. Dat is het instrument. Ik wil, het is inmiddels ruim over 9. Ik wil een klein beetje naar een afronding toe, tenzij er nog dringende vragen zijn. Ja? Op deze tekening, het is een dubbele vraag, op deze tekening staan de woonblokken. U heeft ook gezegd, tussen neus en lippen door, dat er meer parkeerplaatsen zitten. Waar komen die? Die staan niet ingetekend. Volgens mij is dat een van de zaken die onderzocht moet worden. Een van de taken voor de projectleider. Nee, maar voor de duidelijkheid, ik hoor het gewoon. Dan moet ja, maar waar dan? Nee, maar even voor de duidelijkheid. Dat kan ze niet op het fietspad zetten. Dus. Nee, maar voor het gevoel. Wij brengen vanavond veel slecht nieuws. Dus als we nog slechte nieuws hadden kunnen brengen voor de keer, hadden we dat ook gedaan. Wat Lexie zegt, klopt, is gewoon nog niet bekend. En dat betekent, moet onderzocht worden. Dat kan in uw voordeel uitpakken, dat kan... Maar je kan daar niet komen. Dat weet ik niet. Aansluitend daarop op de planning rondom de verkeerssituatie, de vraag aan deze is relatief snel als je daar met twee auto's elkaar wil passeren. Op het moment dat er een woonblok aan deze kant van de weg komt, met mogelijk ook parkeergelegenheden, er liggen fietspaden, het is best wel een zootje qua verkeerssituatie. Daar zou ook wel eens een goed onderzoek naar gedaan mogen worden. En nog, misschien zelfs nog wel losstaan van deze woningen. Ik woon zelf op de kruising met de Zwelinglaan. Ik hoor dagelijks auto's in de ankers.
De bussen. Even die meneer laten uitpraten. Waarom heeft u die parkeerplaatsen, die 9, niet meegenomen in uw afwegingen bij uw keuze? Dat ga je toch niet achteraf doen? Dat doe je voorhand. Al die elementen moeten weten dat het een keuze is. Even voor de duidelijkheid: er moeten een aantal onderzoeken gedaan worden die allemaal uiteindelijk kunnen leiden tot het laten afvallen van deze locatie. Dat zijn grondonderzoeken, dat zijn flora- en fauna-onderzoeken. Al die onderzoeken die u net heeft gelezen, verkeersonderzoek, is het mogelijk om voldoende parkeerplaatsen te realiseren? En dat zijn allemaal zaken die eerst geregeld moeten worden voordat we er wel in kunnen plaatsen. Ik wil maar wel afmaken. De bussen kunnen we even centraal. Want die op die hoek niet maken. Ze gebruiken heel de wegruimte, heel de breedte. Er is een kruising met een fietspad. Ik heb afgelopen weekend een meneer onder een auto zien verdwijnen. Gelukkig was het een hele zachte aanrijding zonder schade, maar het is gewoon een dagelijks feit dat dit soort zaken gebeuren. En het feit, het is wel op een andere plek, maar vorige week in de Zwelinglaan, misschien heeft u het meegekregen, is door, wellicht ook door de smal, door ruimte gerekt, een taxi. Ja, en ik weet dat daar ook medische redenen waren. Waarom tel je lepsie? Maar is daar wel een taxibusje, is 4 auto's aangereden. Dat is iets wat ook op de 5 mei laat gebeuren. Hoe drukker het daar wordt, met deze units erbij, met extra parkeergelegenheden. Nee, maar zoals Lex al aangaf, dat wordt onderzocht. Als we het onderzoek hebben, voor de duidelijkheid, de mensen zeiden hier net, waarom is dat onderzoek niet al gedaan? Als wij gaan onderzoeken en we informeren de bewoners niet, dan zeggen jullie, jullie gaan al onderzoeken, wat ik ook heel goed snap. Dus je kan het bijna niet als we te vroeg informeren. Nou, in de zin, als je te vroeg informeert, dan zeggen mensen, waarom is er nog niet onderzocht? Als je gaat onderzoeken, dan zeggen de mensen, waarom informeert u ons niet? Dus er is een soort, nee, maar ook dat is natuurlijk niet wat fijn te horen is. Maar we proberen een middenweg te zoeken. Ik ben heel blij met het feit dat we vroeg in het proces worden betrokken. Echter lijkt het wel alsof er al besluiten zijn genomen. Die zijn er niet. Emmeline heeft... Nou, goedenavond. Kom zo naar je. Ja. Goedenavond, mijn naam is Steven Teske. Nogmaals. Iedereen praat. Mijn naam is Steven Teske. Ik wil bijna vergeten dat dit een oplossing voor iets is, namelijk uw huisvestingsprobleem. Wat ik dus hoor is dat u een woonunit gaat neerzetten. U zet woonunits neer. Sumatra staat er ook al voorbij komen. U stuit op weerstand, heel veel weerstand heb ik zelfs begrepen. Nou, ze moeten daar weg, ze komen nu hierheen, weer met heel veel weerstand. U heeft het besluit al genomen en dan komt een klankbordgroep. Zoals deze avond voor bedoeld. Het kost heel veel energie van de mensen die hier zitten met u. Ik hoor zelfs dat er een rechtszaak bij gaat doen, kijken of u dit voor mij. Is het niet een idee om een klankbordgroep van tevoren op te richten met leidenaar om te kijken naar plekken? Dat ze in dat stadium al betrokken worden. Ja. Dat zou toch heel veel energie schelen, heel veel wrijving. Dat lijkt misschien makkelijk, maar als je een klankbordgroep soms opricht, is het altijd makkelijker om te praten over wijken waar je niet in zit. Dus wij praten het liefst met mensen die wonen in de wijken. Ja, ook dat kan. Maar het is een goed idee. Het is een goed idee. Hè? Dat is, wij praten even het liefst mee. Ja, verdeel de eerste. Stop is het. Ik weet zeker dat iemand aan wijken hoort. Maak uw vraag even af. Ik weet zeker dat niemand uit Leiden Noord, want ik denk dat de burgers erbij dat ook een stuk naar zo'n verstand erbij komt kijken. Want niemand uit Leiden Noord, maar de steeds wat gezegd, dit is een puik plan. En ik denk toch dat je, als je in het voorstaan door Leidenaar erbij betrekt, dat je heel dit circus overkomt. Het besluit is al genomen en dan pas wordt betrokken. Een interessante suggestie. Misschien voor de volgende week. U had een vraag over de parkeer. U zegt dat ze nog onderzocht moeten worden, maar wil u nog onderzoeken of het nu al voldoende parkeergelegenheid is? Dat is mijn vraag. We hebben nou al tekort. Ja, het wordt wel technisch, maar wij moeten het inderdaad nog onderzoeken. Is het zo dat de parkeerdruk heel hoog is in de wijk? Dat kunnen wij afleiden. Dat gaan we onderzoeken. Dat kunnen wij afleiden uit de maatgevende momenten. Dat is vaak 's avonds, 's nachts. En in het weekend, als iedereen thuis is.
Als die boven een bepaalde waarde ligt, en het zit rond de 82%, als het daar boven zit, dan zijn wij verplicht voor de vergunning om die parkeerplaatsen extra te maken in de buurt. Zit het onder die waarde, dan hoeft dat niet. Dat is het tweede gasveldje. Dan is er voldoende overmaat in de buurt. Ik denk dat het hier heel hoog is, maar dat gaan we onderzoeken. Dus daarom gaan we, hebben we gezegd dat we de mening bij moeten maken. Ik heb een vraagje. Ik heb gehoord dat je vanuit de gegevens. Ik heb gehoord dat je vanuit de gevel dat er een afstand moet zijn van minimaal 14 meter. En dan mag je bouwen. Klopt dat? Want dan zou het niet mogen. Nee, die is mij niet bekend. Nee? Het is wel degelijk een belemmeringshoek waar zonlicht in valt, maar daar voldoet dit aan. En dat gaan we ook laten zien in die plankbordgroep. En we nemen die metingen van die meneer ook mee. Ik hoop echt dat jullie met z'n allen gaan maken. Ja, maar straks gezellig. Nou, ik wil gewoon een aparte afspraak, maar ik heb een oppas daar. Ja, doe maar gelijk een weekend, dan kan je gelijk zien hoeveel kinderen er zijn. Dus wij spreken een moment af dat het u aanspreekt. Dat gaan wij zo doen, hoor. Ja, sorry. Ja. Staat de wethouder op meteen. Ja, maar, ik wil nog. Maar mag ik wel eventjes, want bij mij weten is dat namelijk zo. Dus ik zou het even checken. Dat doen we zeker. Beste mensen, ik wil echt nu gaan afronden. Er zijn heel veel dingen gewisseld, heel veel emoties gewisseld, heel veel gevoelens van onvrede en heel veel vragen gesteld. Ik heb nog één opmerking. Een paar jaar geleden hadden we het toch over een groene avenue. Waar is die gebleven? Ja. Ja. Alleen denk ik wel dat die niet En volgens mij, jullie hebben allemaal behoorlijk goed kunnen aangeven wat jullie dwars zit. En jullie hebben veel vragen gesteld. En ik hoop dat we in ieder geval die vragen zo goed mogelijk hebben kunnen beantwoorden. Hoe gaan we nu verder met dit proces? Volgens mij, ja, ik snap dat u wil dat afgeplaatst wordt. Wij willen graag met een aantal betrokken bewoners in gesprek. Om te kijken hoe we die woningen het beste kunnen inplaatsen. Wij nodigen jullie uit om deel te nemen aan zo'n klankbordgroep. Als jullie dat niet willen, dan staat dat jullie vrij. Als er mensen zijn die zeggen, nou, ik wil toch wel graag meepraten om de schade zoveel mogelijk te beperken vanuit jullie perspectief. Dan kunnen jullie zo meteen bij de projectleider. En dan wordt u uitgenodigd voor mijn bijeenkomst. Ik krijg echt heel sterk de indruk dat wij hier voor een voldongen feit Ik vind de manier waarop u daarmee omgaat, het komt heel klinisch over en ik vind het bijna schaamteloos. Hoe groot, dat meen ik serieus, dat zeg ik iets net. Hoe groot acht u de kans dat dit niet doorgaat? Want waar gaat het ons om? Volgens mij heeft de wethouder daar al eerder antwoord op gegeven. Dan gaan we een nieuwe poging doen bij de wethouder. Nee, ik heb gezegd dat wij op basis van... Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat wij 18 plekken hebben onderzocht. Nou, dat gaan we meemaken, mevrouw. Nee, dat kan ik niet. Nee, want wij hebben nog heel veel onderzoeken te verrichten die cruciaal zijn voor de afweging die uiteindelijk... het college maakt. En daarbij zal wat u vindt meegewogen worden, maar niet de enige afweging zijn. En het lijkt mij daarom, hè, ook als het gaat over die klankbordgroep, ik snap hartstikke goed dat u denkt, ja, ik ga een beetje meepraten over een project wat ik niet zie zitten. En dat voelt denk ik niet goed. En dat snap ik. Maar u kunt ook denken, ik wed op twee paarden. Ik ga in die klankbordgroep zitten, om in ieder geval de dingen die ik belangrijk vind aan te kunnen geven, maar tegelijkertijd ga ik ook tegen dit plan zijn, want dat staat u volledig vrij. Ik heb al een aantal mensen hier in de zaal gehoord die de weg heel goed weten als het gaat om hoe je dat doet. Kom ook inspreken, ik bedoel, maak ook gebruik van uw recht, hè? Want wij staan hier om te vertellen wat we van plan zijn. U kunt daarvan vinden wat u daarvan vindt en we hebben echt nog geen besluit genomen. Maar het is niet zo dat alleen draagvlak... Waarom vindt u persoonlijk als wethouder dit zo'n fantastisch plan? Nu bent u uiteindelijk het gezicht die erop geplakt staat, nu bent u persoonlijk. Waarom vindt u het zo geweldig? U bent gekozen door best een aantal mensen. Nee, dat snap ik. Maar ik,
dit is niet de eerste keer dat ik uit kom leggen in een wijk dat we woningen neer gaan zetten voor een bepaalde groep, dat er gebouwd worden. Dit soort gesprekken hebben wij op dit moment in de stad iedere week. Ja, en waarom vindt u dit een goed idee? Ik vind hier? Dit een goed idee hier en ik vind het een goed idee op heel veel plekken in de stad, wow. Omdat wij betaalbare woningen nodig hebben hier. En omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat er voor iedereen in deze stad een plekje is. Okay, en dan kunnen we dit tenminste zeggen. Dat is geen antwoord. Dat is geen enkel perspectief. Dat de woningen waarvoor dan? Wij wel. Dat is gewoon een standaard maakfoutje uit het standaard. Nee, dat meen ik. Dat meen ik oprecht. Ik heb net ook gezegd. Nee, maar kijk, wij zijn het niet eens. Dat kan. En daarom. Maar uit ontwikkelperspectief. We zitten hier voor niks. Nee. Daar is nog. Ja, ik heb dat gevoel nog gekregen. Dat de woningen waarvoor u jullie woonunits neerzet, dat daar in verhouding, tenminste zo begreep ik de tabel uit dat perspectief, dat voor die woningen minder wordt gebouwd. Maar het zijn wel tijdelijke woningen. Ja, dat klopt. Dus. Dan krijg je weer je afweging. U zegt, het is een goed idee, want we hebben die woningen nodig. Maar u gaat nu woonunits bouwen. U heeft zelfs al een pijlbuis geplaatst, maar het besluit is ook niet genomen. En dus u woonunits, tijdelijk, onwijs veel woonruimtes, maar u maakt niet kenbaar welke woningen u dan gaat bouwen en wanneer die komen. Want als ik verwijs naar de... ROC is het, geloof ik, waar ze die enorme flat van 70 meter willen bouwen. Daar ben ik ook heen geweest. Maar die doelgroep die in die flat stond, met al die huisverhoudens, is niet bedoeld voor die woonunits. Dus bij mij vind ik het heel erg tegenstrijdig. En vandaar dat ik zeg dat ik het gewoon volstrekt ontoereikend vind. Los van het feit dat het nodig is, die woonruimte. Want daar kunnen we u vinden. Waarom dan die woonunits? Want het probleem wordt er niet meer opgelost. Ook niet op deze plek. Kijk, volgens mij ga ik mezelf herhalen. Wat ik ga doen is, ik ga een afspraak maken om te komen kijken. En dan kunt u mij ook laten zien. En ik voel echt wel dat ik u vanavond niet ga overtuigen. Dat maakt u heel goed duidelijk. Ik probeer mijn best te doen om het uit te leggen. U kunt het daar niet mee eens zijn. Maar ik ga het gesprek verder voeren. En ik kom bij u langs om te kijken hoe u dat ervaart en hoe u dat voelt. En wij gaan het traject verder lopen met allerlei dingen die we nog uit te zoeken hebben. Dat zijn er echt heel veel. En we zullen u goed blijven informeren en ook wijzen op het recht dat u heeft. Dat is wat ik op dit moment kan zeggen. Meerdere momenten, want mijn buurtbewoners zijn onwijs divers. We hebben mensen die werken inderdaad heel veel door de week. We hebben mensen die werken in het weekend, kinderen, ouderen, noem maar op. Dus die diversiteit is ook wel noodzakelijk, want... Door de week is het vaak echt heel stil. Maar ik hoorde mevrouw net al zeggen, kom in het weekend, dan spelen er veel kinderen, dus dat doe ik echt. En in dat kader voor je parkeerstudie, ik weet ook dat die parkeerstudie al is uitgevoerd, ook voor die hoge flat, maar dat ze op tijden zijn gekomen waarin dat niet staat. Dus ik wil u ook aanbieden dat ik en een paar medebewoners in ieder geval foto's maken over een periode van bijvoorbeeld 1 maand, waarin u kunt zien, 's ochtends en 's avonds, hoeveel auto's er staan en dus wat die parkeerdruk 's ochtends en 's avonds is. Wellicht dat helpt in uw studie en dus dat u ook ziet dat in ieder geval op de momenten dat de meeste van ons thuis zijn, dat wij dan niet kunnen parkeren. Op de stoep, ik wil dat die mevrouw achterin het woord geven en dan stoppen we. We realiseren dat wij nog het gesprek verder met elkaar horen. Maar even dat soort tips. Zijn ze ook belangrijk om mee te praten. Zo'n klankbord is niet een gegeven van het staat er en denk mee over een trappetje. Maar ook over dit soort tips horen wij gewoon graag. Denk met ons mee, kom met ideeën, kom met argumenten waarom jullie echt denken dat het niet kan. Ja, dat is een goede vraag. Een puntensysteem voor je omgeving, voor je bereikbaarheid, voor alles nog. Want als we nu achteruit gaan, dan gaat de huur ook. Ja, even die mevrouw. Meneer, die staat al lang. Kan ik? Ja. Nou. Bij ons, achter bij de Galerienstraat, hebben we een klein stukje grasveld. Maar bij Kronenstein Park heb je heel veel groen. Ja, heel veel. Bij de Kanaalweg wordt er haast niks mee gedaan. Onze bomen, wat wij hebben, we hebben maar 4 boompjes. Ja, 4 boompjes. Dat wordt straks ook weggehaald. Waar moeten onze kinderen dan spelen? Gezelligheid met de buur. Nou, lekker groen.
gaan we naar lekker Kronensteinpark. Dan zetten ze daar maar neer. Is veel beter. Wie in het Huidpark, wie aan het water. Is aansluitend op de flats, hebben ze een mooi uitzicht over het zee, ze kunnen iedereen gewoon hallo zeggen, er is niks aan de hand, gewoon niet daar. Nieuwe straat, dus beste mensen, Google Maps, gewoon tegen. Beste mensen, we gaan het plenair gedeelte afsluiten. Als jullie nog wat verder willen praten, we blijven hier nog even wat hangen voor mensen die zeggen, ik wil wel even een persoonlijk gesprekje, of nog even wat persoonlijke vragen stellen. Zodat uw naam op papier staat, e-mail. Ja. En geef aan. Dus we gaan er nu mee stoppen.